Yo, fuck that shit. We zijn er weer. Hoe is het met jullie dan? Een volle chat gelijk al vanaf het begin. Dat is toch wel weer heerlijk hoor, boys. En girls, of course. Hoe is het dan? Hoe was jullie Pasen? En als je Pasen niet viert, hoe was jullie weekend? Wat een feest, wat een feest. Je ziet er heet uit. Hé, je weet het. Pasen doet gekke dingen met je, man. Nee, is altijd leuk. Ik vind het altijd wel belangrijk als je met familie bent. Dat je dan er een beetje netjes uitziet. Je moet je toch een beetje presenteren. Ja, een hele goede vraag gelijk van Local Legends. Die ga ik gelijk bij de slur verpakken. Het klopt wat je zegt. Er zijn momenteel geen leden meer op mijn kanaal. Er is wat gebeurd achter de schermen binnen het inkomstenstukje van YouTube. Ik zal het even kort uitleggen. Je hebt bij YouTube... ben je gekoppeld met AdSense, dat is Google, en die betalen jou uit. Nu is er een pop-up ontstaan dat ik bepaalde documenten moet aanleveren om mijn inkomsten weer op gang te brengen. Ik heb daar nooit een mailtje over gehad, dus ineens werd het allemaal geblokkeerd. Dat heb ik nu ingediend, dat heeft 1 tot 3 werkdagen nodig. Als dat weer geaccepteerd is, als het goed is, gaat alles gewoon weer verder. Dus... Wees niet bang. We zijn weer heel snel terug met de leden. Alleen op de een of andere manier... Ja, er was dus een soort van... een fout. Ik moest iets van documenten aanleveren. Heel apart. Weer waar ik woonde. Mijn belastinggegevens. Terwijl YouTube dat natuurlijk al lang heeft. En ineens uit het niets werd daar een soort van gekke akka-driedoezel in gegooid. Links, rechts, klats, klats. Linkerwang, rechterwang, rechterhoek. En ik lag plat. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik stond bij de E-Divisie Finals. En ik dacht, holy shit, wat gebeurt hier? Dus niet in paniek raken. Je krijgt gewoon je naampje terug als het goed is. Dan worden de lidmaatschappen gewoon weer voortgezet. Misschien dat je nu zelfs al wel terug hebt gehad van deze maand. Dat je dus niet... heb hoeveel betalen. Voor mij even stressen. Ik dacht, wat is dit dan? Maar goed, het komt allemaal goed. En dus voor de mensen... Nee, ik heb het niet uitgezet. Nee, het is gewoon... AdSense, dat zit aan je YouTube vast. Dat betaalt je uit. Dat is van Google. En daarin moeten ineens documenten aangeleverd worden... die ik eigenlijk altijd al heb ingeleverd. Nu ging het waarschijnlijk ook weer iets met... Er was iets met Ierland of zo. Weet ik het. Een verdrag. I don't know. Allemaal weird shit. Maar goed, ja, ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd hoe het met jullie allemaal is. En ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal in de winkel is. Want we hebben wel een serieus, zoals ga je die 60x85 openen. Is er een 60x85 pack? Donder op. Is er een 60x85 pack? Hou op met me, man. What? Oh mijn god. Een 60x85 plus. Waarvan gegarandeerd 91 plus. Oh, deze is wel lijp hoor. Oh, het is trouwens heel raar om een chat te zien zonder sponsoren. Maar nogmaals, ik zal even een berichtje vastpinnen. Sponsoren. Leden. Leden. Wat zou ik zeggen? Leden momenteel. Inactief. Nee, hoe zou ik zeggen? Leden momenteel. Oh, Pascal! Dankjewel voor je 3 euro support, maatje. Niet meer van mijn lijf of shit. Waar is mijn lidmaatschap? Ja, ik ga het nu even vastpinnen. Momenteel stopgezet vanwege problemen. Ja, momenteel stopgezet. Leden momenteel inactief. Inactief. Nee, hoe ga ik dit zeggen? Leden momenteel inactief. Zeg dan wel, saaie chat show. Ja, het is een beetje kaal, hè? Alleen maar blauwe naampjes staan. Nu zijn de moderators nog meer opvallend. Hopelijk is het weer de volgende live in orde. Ik hoop het ook, man. Ik heb het ingediend, dus we gaan het meemaken. Het moet natuurlijk ook wel goed gekeurd worden. Ben er mee bezig. Zo, ik doe wel gewoon zo. Ja, toch. Oké. Okay. Back to the old days. Is dit een 1 april grap? Ze was leuk, man. Nee, het is legit geen 1 april grap, bro. Anders, bro... Het zou dom zijn, toch? Dat ik de leden op mijn kanaal uitzet. Dat is het domste wat je kan doen, toch? Dat is eigenlijk een soort van klein vast inkomentje wat je hebt. Gewoon dat je bijvoorbeeld gemiddeld 200 leden op je kanaal hebt. Nou, dat betaalt ongeveer 2 tot 3 euro uit. Nou, dat is toch al 500 euro per maand wat je aan leden hebt. Wat fucking ziek is. Maar goed, je kan dus nu ook geen leden giften. Je kan helemaal niks. Dus
Ja, langzame modus. Ja, dat is ook wel weer zo, ja. Nee, het is even kut. Het is even niet anders. I know. Maar goed, we pakken het wel weer op. Nou, dan weten jullie dat even gelijk. Als er iets van vragen binnenkomen, moderators of mensen die eventueel solliciteren voor moderator worden om de chat te hosten. Ja, geef even antwoord op ze van, ja, er is wat met documenten aan de hand op de achtergrond met YouTube. En dat is al ingestuurd. Dus dan weet je dat. Mike heeft dus een saaie maandag. Oh, Mike ging vorige keer los, hè. Wat had hij gedaan? 100 of zo? Wow, niet normaal, man. Echt helemaal crazy. Helemaal gek. Helemaal gek. Even kijken. Ja, gaan wij bij... Hashtag buis tot de lood. Wat? Nee, we hebben wel echt lijpe packies. Wel bizar dat dit 2.000 FIFA-punten kost. Maar oké. Wat voor packs hebben we allemaal? Rust. Ja, dit is allemaal volgens mij... Oh ja, dit is al een 30. Oké. Okay. We hebben wel... Oh, wat zit er allemaal? 50... Oh, huh? Die had ik net achteraan staan. Oh. Hij is alweer helemaal in de war gegooid. Hij is alweer helemaal in de war gegooid. Kijk even het gepinde berichtje, Atabi. Leden worden weer gefixt. Ik heb het even moeten fixen. Ik kreeg een melding van YouTube dat er documenten aangeleverd moesten worden. Maar dat had ik niet eerder een melding over gehad. En dat is nu dus uitgezet. Verkeerde thumbnails was. Oh, what the fuck? Oh ja, die ben ik in de stress helemaal vergeten te veranderen, man. Helemaal vergeten te veranderen. Ik heb er wel een. Wacht even. Hier. Wauw, die ben ik echt vergeten te veranderen gewoon. Wat een loser is de Bas er ook. Even kijken. Gaat nu mijn Discord ook niet openen? Dat zou je ook weer net zien, hè? Kan ik de thumbnail weer niet pakken. Oh, wat vervelend, chat. Oh ja, het is gefixt. Milan. Heeft Milan net zo'n mooie thumbnail gemaakt? Vergeet ik hem erin te zetten. Lekker slim. Golazo, Sebas. Daar gaan we. Hey, 300 kijkers, chat. Welkom. Hoppatee. We gaan even weer wat packjes met... ja, gewoon even wat packjes openen. Wat vinden we ervan? Hartstikke leuk. Oké, hij is aangepast. Goed, wat voor microfoon gebruik je? Leuke, rode. De rode gewoon de rode. Maar ik weet niet meer precies welke type het is. Yo, maat, hoe is het? Yo, Danny. Ja, lekker. Ja, we schrokken een beetje. Ik kreeg een melding dat de leden ineens inactief waren gezet. Hé, hey, Nelis, hoe is het, vriend? En ja, daardoor hebben we momenteel eventjes geen leden op het kanaal. Maar dat is momenteel. Dat wordt weer gefixt, alleen ja, je... Het is wel een beetje schrikken als je ineens een mailtje krijgt van EA. Ja, Sebas, jouw leden die zijn weg van je YouTube-kanaal. YouTube-account, dus dat is wel gek. Lekker maar met jou. Ja, supergoed, man. We zijn lekker aan het droog trainen. We zijn lekker de sportschool aan het hitten. Ik ga na deze stream ook lekker even de sportschool in. Ik heb er kapot veel zin in. En ja, ik heb ook weer lekker zin om te streamen, man, Niels. Dus lekker weer positief. Lekker het paasdagen gehad. Eerste paasdag heerlijk gebruncht. Tweede paasdag heb ik een soort van... Indisch eten voorgeschoteld gekregen. En ja, ik zeg je eerlijk. Dat was wel goede shit, man. Was wel echt serieus goede shit. Curry, kip, van alles. Even kijken. Wij hebben inderdaad... Oh, laten we even die icon pack fixen, toch? Oeh, zo. Hoge ratings en zo. Tijdje geleden dat ik er was, maar blauw blijft me mooi staan. Maar jou, Niels, jij hebt dat moderator ding gewoon ook voor eeuwig geclaimd, snap je? Dat kan niet meer weg bij jou. Was leuk om je te ontmoeten zaterdag, maat. Hé, insgelijks, man. Shoutout naar jou. Laten we die 100 spelerspakket even fixen. Ingelijks, bro. Insgelijks. Welke chickie hadden we nou net? We hadden een meid. Een meid van 85 rating. Leuk gehad met de fam. Jawel. Ja, zeker. We hebben lekker gegeten. En dat is altijd leuk, toch? Lekker eten. Of dat het dan gezellig is of niet. Nee, maar het was ook gezellig, gelukkig. Nee, zeker. Wow, het is heel raar, man, om geen groene naamjes in de chat te hebben. Het is echt heel raar. Maar goed, wat ik al zei, het gaat gefixt worden. Ik heb de documenten opgestuurd. Ja, ik snap dat Google hem niet gelijk kan goedkeuren. Die moet ze even goed inkijken. Hoe is het met de vrouwkes, Nelis? Weet je wat ik altijd zei? Weet je wat ik altijd zei over de vrouwtjes? Hoe dat gaat? Altijd goed. Altijd goed, Niels. En bij jou, vriend. Ik heb net de Ikepack uit de store geopend met coins en ik kreeg hem. Die is 1,5 miljoen en was tradable. Wat? Tradable? Hé, laat me heel even wakker worden, man. Een tradable Ikepack, dat is gek. Ja, ik heb niet echt paasontbijt gehad. Ik heb een paasbrunch en paasavondeten gehad. Dus, bijna 2 jaar samen met mijn vriendin. Hey, respect, man, Niels. Yo, man, Leon. Hoe is het, bro? Yo, Joep. Hoe is het, maat? Hoe gaat het met Mia Khalifa? Altijd goed, volgens mij. Nee, niet altijd goed. Zo, ze heeft een zware periode. Nee, wat de fuck zeg ik al, man? Ik heb geen idee hoe het met haar gaat. Hoezo zou ik weten hoe het met haar gaat? What the fuck?
Misschien dat jij het nog beter weet, Atami. Ik zag jou zaterdag. Ik was dat jongetje die vroeg om de foto toen je naar de kleedkamer liep. En ik zei dat ik altijd jouw streams keek. Hey, love! Echt, was je erbij, Niels? Hé, hey, dat was Rotterdam dus, bro. Rotterdam. Hé, hey, leuk, maat. Nee, was even gezellig. Ik heb helemaal niet heel veel gespeeld. Maar dat kwam omdat ik helemaal... weet je, het is zaalvoetbal. En dan moet ik wel warm voor zijn. Want je moet hele korte bewegingen maken. En dan heb je best wel kans om wat af te scheuren. Dus uiteindelijk heb ik denk ik een kwartiertje gespeeld. Maar wel gescoord. Dus mijn aanwezigheid heeft wat losgemaakt. Een doelpunt. Joost, Bas, Jo, Arnan. Hé, hey, leuk man, Niels. Echt leuk dat je erbij was dan, man. Even kijken, Grimaldo en Eriksen. Zoals ik doe mee in de Ramadan, wat vind je ervan? Ik heb respect voor iedereen die meedoet met de Ramadan, man. Serieus, ik doe ook wel eens een dag mee met de Ramadan. Twee, drie jaar achter elkaar gedaan, toen een jaar niet. En eigenlijk wil ik dit jaar ook wel, ook omdat ik aan het droogtreden ben, is vasten ook best wel goed. Dus ik kan best wel een dag of twee, misschien wel drie meedoen. Hoe lang is de Ramadan nog? Of is de Ramadan, is ook alweer bijna klaar, denk ik, of niet? Hoe lang is de Ramadan nog? Volgens mij is dat echt heel snel voorbij alweer. De maand vliegt. Tot 7 april. Oké, nee, kijk. Dan kunnen we sowieso nog... dan hebben we dus nog een week de tijd om lekker mee te doen. Oké, top. En dat doe ik gewoon puur voor mezelf, hoor. En voor, ook wel voor vrienden die ik heb. Die vinden het ook altijd wel tof dat ik... dat ik meedoe. Maar ik vind het gewoon... Mensen beseffen niet hoe... Dankjewel. Hexenketen, ik zal niet door je dono heen praten. Joost, Sebas, hoeveel calorieën per dag raad jij aan voor bulken? Man, ben die home gym aan te hitten en wil graag zwaarder worden. Home gyms en zo. Hé, jullie zijn op die home gyms dingen en zo, man. Wat hoor ik. Lekker, bro. Hey, sowieso voor de mensen die het leuk vinden en mij nog niet volgen op Snap. Ik ben elke dag, letterlijk elke dag, ben ik iets aan het uploaden rondom mijn gymmen. Ik hou daar eigenlijk mijn... Ja, het zijn eigenlijk mini-vlogjes over mijn workouts, over mijn eten. Even kijken hoor, waar heb ik nu dat... even kijken, waar is nou dat logo? Laat me heel even hier naartoe gaan. Volgens mij heb ik hier het logo namelijk wel paraat. Of hier. Ja, hier heb ik hem. Kijk. Je kan me dus toevoegen op Snapchat. Scan even deze code. Als je deze code scant, dan kan je gelijk mij toevoegen op Snapchat. Of je moet eventjes Sebas... Laagstipje 033, dan kan je me volgen met mijn avonturen. En dan geef ik dus ook allemaal tips. Laat ik ook weten wat ik eet. Maar om echt te bulken, het ligt aan van alles, man, extra ketel. Ik kan jou nu niet vertellen wat het ideale calorieaantal is voor jou. Je hebt letterlijk mensen die echt, bijna 5000 calorieën nodig hebben. En je hebt mensen die eigenlijk al met een klein overschot al best wel snel aankomen. Dus, Ronald! Dus je moet even je dingen doorgeven, man. Even je lengte. Dan weet ik een beetje hoe je eruit ziet. Yo, maatje, we zijn er GWN weer bij, hoor. Heb je stream weer gemist? Ga zo door, man. Boom! Ronald Wij is in de fucking building, man. Let's go! Leuk dat je er bent, man. Hé, we hebben al 7 nieuwe mensen. Ik zal even allemaal shout-outjes geven, man. Jorik, shout-out naar jou. Timo, Niels, Jasper, Nino, Milan en Dilano. Hé, jullie gaan met Jim Grind checken. Vind ik leuk. Shout-out naar jullie. Dank jullie wel voor het volgen. Ik had 6000 calorieën op een dag nodig om bij te komen. Ja, dat bedoel ik dus al. Het kan echt... Het ligt ook echt aan hoeveel je... Kijk, stel je hebt een baantje. Waar je dus... gewoon een job. Waar je gewoon echt heel veel moet lopen. Dingen moet doen. Ja, dan kan je dus echt... Daar heb je al gewoon een hele actieve dag van. Stel je doet hardlopen. Hele zieke afstanden roeien. Weet ik het allemaal. Dan heb je gewoon al zoveel calorieën nodig. Kijk, en als jij een kantoorbaan hebt. Je sport misschien niet. Maar kijk, dan is het alweer heel, heel, heel anders. Dus het is gewoon lastig, man. Omdat zo... Hoeveel heb je nodig? Ja, een calorieoverschot. Dus een gemiddelde man heeft 2500 calorieën nodig. Als je daarboven zou zitten, zou de gemiddelde man al aan moeten komen. Maar goed, dat is dus per persoon verschillend. En stel je het al op school van lokaal naar lokaal lopen. Dat verbrandt al calorieën. Snap je wat ik bedoel? Dat is je basis. Die 2500 is basis. Dat is, daar zit je activiteit nog niet echt bij. Dat kan er nog vanaf of kan er nog bij. Dus dat is een beetje lastig, man. En Ronald Wijs met 5 euro. Jai, in vorm. Yo, maatje, we zijn er weer bij, hoor. Heb de streams gemist? Ga zo door. Let's go. Hey, gaan we... Chat, ik wil even een hashtag bijstorten. Loont in de chat. Gaan we even bijstorten. Voor die... Wat was het? 50 keer iets met 85 plus of zo. Heel ziek.
Even kijken. 1,76 en 70 kilo. Ja, dan ben je best wel gewoon goed op gewicht. Dan ben je gewoon goed op gewicht. Oh, ik ben wel even benieuwd. Wil de chat het echt? Kijk, dat is nu de vraag. Hè? Daarom vraag ik ook, hashtag bijstorttaloot, om even te kijken van hoeveel van jullie dat zouden willen zien. Zoals hoe open je ook alweer zonder filmpje. Gewoon toevoegen, man. Sebas, en dan lage streepje, 0,33. Gewoon toevoegen bij je snap. Ik denk dat je dat bedoelde. Ja, kijk, weet je wat het is? 1,76 en 60 kilo, is dat goed? Het ligt ook allemaal aan je leeftijd. Kijk, weet je, misschien dat je nu wat zwaarder bent, maar je moet nog je groeispurt krijgen. Misschien ben je al uitgegroeid en ben je misschien helemaal afgevallen. Of je hebt stress gehad. Of, weet je, dat ik kan niet zien of beoordelen. Kijk, dat zijn basisgegevens en vanuit daar... is het natuurlijk altijd belangrijk om te weten wat iemand doet. En dan kan je het pas echt zeggen, dus ja. Hoeveel ik nu weeg is wel leuk. Ik woog 100 kilo en nu 98. Ze zijn al 2 kilo afgevallen. Let's go. Jozebas, ik zie weer dat je snor weer hebt weggehaald. Zo teleurgesteld in je haha. Ik heb kort geleden me aangemeld voor de gym. Maar alleen eerste drempel is voor mij aardig hoog, dus motivatie is laag. Tips? Oh, dit is echt. Ik denk dat iedereen herkent zich hierin. Ik denk dat iedereen zich hierin herkent. Loco Legends, we gaan lekker veel over de gym praten, want we zijn weer aan het droogtrainen. Dus ja, daar gaan we het gewoon natuurlijk ook weer veel over hebben. Loco Legends met de 3 euro with fees. Joost, als ik zie weer dat je je snor hebt weggehaald. Ik heb letterlijk vanmiddag, omdat familie kwam, heb ik mijn snor weggehaald. Dus ja, daar lag het aan, bro. Maar ik zal hem weer bijhouden. Hey! Fenomeen Kaalrom! Daar gaan we, Holland Spelerspakket. Wat zit erin? Dit weekend in 2 dagen 50.000 stappen gezet. Komt omdat ik in Londen ben geweest. Heb Wembley, Arsenal, Wembley, West Ham, Crystal Palace gezien en als klapper op de vuurpijl naar Spurs Luton geweest. Wat een ervaring was dat. PS, vind je het waard als supersub? Wauw, bro, klinkt super hard. Ik ga heel even eerst de dono van Loco Legends erbij pakken. Hey, dank jullie wel, man. De donos zijn gewoon weer aan het stekken, man. Ik heb die ene dono nog niet behandeld, want de volgende is alweer binnen. Super tof, dank je wel. Momenteel staan dus de supertje. Ja, laat ik zo zeggen, ik verdien nu verder niks aan streams buiten de donaties om. De reclames staan uit. De sponsoren staan uit. De superchat staat uit. Dat komt dus omdat er een fout... of er moest een document aangeleverd worden bij Google. Heb ik geen mailtje over gehad. En nu hebben ze hem dichtgegooid. Dus moet ik alsnog die documenten. Dus vandaar geen sponsoren in de chat. Maar als dat is gefixt, dan gaat alles weer gewoon lopen. Dus dan weten jullie dat even. Goed. Loco Legends met 3 euro. En die zei dus van ja, motivatie, de eerste drempel. Nou, ik denk dat gewoon het allerbelangrijkste is. Ga dus een beetje kijken wat je dus wil behalen. Maak een plan. Maak gewoon letterlijk een plan. Maar ja, die motivatie om naar de gym te gaan. Ik snap, de eerste keer is gewoon heel lastig. Probeer iemand in jouw vriendengroep, kennissen. En het is echt niet heel raar als je gewoon iemand weet die naar de gym gaat. Om die een berichtje te sturen van, hey yo, ik ga naar de eerste keer naar de gym. Zou ik een keertje met jou mee mogen? Of op die manier. Maar het allerbelangrijkste is gewoon dat je weet wat je aan het doen bent. Ga dus niet naar de gym en ga gewoon op een apparaat zitten en een beetje duwen en trekken. Probeer met iemand te gaan die het al weet. Die weet hoe hoog je bankje moet instellen. Hoe je moet warming uppen voor het benchpressen. Voordat je je rug gaat trainen. Wat ga je doen? Allemaal dat soort dingen. Het is altijd wel leuk om te weten. Maar ik snap dat je dat niet allemaal volledig kan weten. Dus ja, probeer iemand te zoeken. En je mag dus mij altijd om tips vragen. Dus als je me toevoegt op Snapchat en je reageert op een van mijn verhalen met dus een vraag, yo, wat moet ik doen in de gym op chest day? Wat moet ik doen? Zal ik daarop reageren? Maak ik daar weer een storytje van? Dus ja, man. Dat is wel leuk. Dus als je nog vragen hebt, Loco. Ja, het is lastig de eerste keer. Ga maar eens met alles. De eerste keren is ook eng. Dus ja, eerste keer gym ook. En Fenomeen Kaalrom met 5 euro, dankjewel. Dit weekend 50.000 stappen gezet, omdat ik in Londen ben geweest. Heb Wembley, Arsenal, West Ham, Crystal Palace gezien. En als klapper op de vuurpijl Spurs Luton geweest. Wel heel vet hoor. Wat een ervaring was dat. PS, Fini het waard. De vraag dus, Fini het waard? Nee. Nee, ja, momenteel zijn er veel betere kaarten in de game. En ja, hij heeft wel heel veel pace. Maar heel simpel gezegd, hij heeft... Wat is er echt lijp aan Vini? Hij heeft wel 92 afmaken en dit. Maar het is niet... Hij is duur. Hij is het niet waard. Hij is het niet waard. En zeker niet als supersub. Zeker niet als supersub. Want eigenlijk is hij daar veel te duur voor, man. Dus ja, maar wel super vet. Maar ja, ik was ook in Engeland geweest natuurlijk. Wauw, wat was dat fucking vet.
Mijn gym zit dicht bij mijn school. Probeer mezelf te verplichten gelijk naar school te gaan. Dan ga ik sowieso wel 3 keer. Ja, dat is sowieso ook een hele slimme. Laten we even die icon pack in elkaar flansen, Panzer, man. Of gaan we... We gaan eerst bijstorten, chat. Ik heb geen Snapchat. Hé, hey, maak Snapchat aan, man. Snapchat is leuk. Snappy chat hier is leuk. Oh, wacht. Ik moet even eerst nog die inform inleveren. Laten we dat eerst even doen. Nelus! Niet meer van mijn lijf af. Shit. Oh, Jente! Van het spel dat vastloopt bij carrière mode. Ik word er zo moe van. Midden in de game. Met mij in gaat de rust het al of waar beter. Dan ook in de game. Maar ik blijf me gaan irritant. Sorry dat oh mijn god! Ben geweest. Jente! Chat, mag ik even hartjes in de chat voor Jente? Jente, die had ook niet meer gereageerd op mijn Discord, bro. Ik maakte me zorgen, man. Chat, Jente is back! Oh mijn god, Jente, ik had nog gevraagd hoe het met je ging via Discord, maar ik heb geen reactie meer gekregen. Of ik heb je gemist. Nee, volgens mij heb ik geen reactie meer van je gekregen, man. Wacht, laat me naar die... Jente. Oh, hier, je had wel gereageerd. Oh, ja, nee, top. Oké, gelukkig, gelukkig. Ik, Jente weer in de house, jongens. Hé, even een hartje spam voor Jente, man. Jente, momenteel ernstig ziek. En dat heeft hij ons laten weten in de streams hiervoor. We gaan... Ik wil het gaan doen met Jente samen. Ook in verband met een stream. En leuk een goed doel aankoppelen en zo. Dus laat even wat hartjes achter in de chat voor Jente. Dat kan hij heel goed gebruiken. Heeft momenteel echt een hele zware tijd. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En misschien ook wel een hele periode erin. Dus als jullie iemand zijn dag willen gaan maken, laat even wat hartjes achter voor Jente. Jente, bedankt weer voor je 5 euro. Veel te lokken, veel te lijp. Met mij gaat alles iets beter, maar ik blijf positief. Sorry dat ik even niet ben geweest, bro. Daar hoef je totaal geen sorry voor te zeggen. Sorry dat ik niet meer op je berichtje heb gereageerd. Ik had wel even gevraagd hoe het met je ging. Daar had je op gereageerd, maar die heb ik niet meer voorbij zien komen. Gelukkig ben je er nog. Ja, het klinkt heel extreem. Maar... bro. Let's go. Fijn dat je er bent, maatje. Alright, let's go. Hoge ratings moeten we erin pompen. Laten we dat even gaan doen. Oké. Okay. En Niels, met 1 euro. Zijn er mensen die last hebben van het spel? Dat Fatlo... Oh, sick hoor, chat. Hoeveel hartjes. Dank jullie wel. Bij carrière modes. Ik word er zo moe van. Midden in de game, in de rust of wat dan ook in de game. Mega irritant. Oeh. Hebben mensen dat ook? Spelen de mensen carrière modes en loopt de game dan vast? Dat is even de vraag van Niels. Als jullie dat hebben, laat even weten in de chat. Dan kunnen jullie hem mee helpen en misschien jezelf ook. Heel irritant. Ik zou het... Ik hoor het en ik krijg ook kriebels. Dat ik denk van, wat een kut game. Maar dat gaan we niet zeggen. Dat zeggen we niet. Kut game. Oké, let's go. Heb daar de game vorige week gekocht en nu alleen maar gezeik. Ja, kut man. Ja, bij mij heb ik dat ook. Het is een glitch in het menu. Oh, het is letterlijk gewoon een glitch in het menu. What the fuck? Dat is ook wel slecht dan, zeg. Kan niet eens carrière mode spelen, dus. Strijken, Mokro! Maatje! Hoe is het? Oh, dit gaat niet helemaal goed. Ja. Sebas, die icons zitten helemaal achteraan. Ja, dat moet ik dus niet vergeten. Dat is een hele goede tip van jou. Allright, deze kunnen we alvast inleveren. Icons achteraan. Beter dat ze even een snelle update gooien. Ik mag het hopen voor ze, man. Oké, de rest gaat gewoon weg. Oké. Achoo! Deze is even de laatste die we wegdoen. Voor de rest gaan we wel gewoon doorrammen. Oké, dan gaan we, chat. We hebben nog 1083 plus. Maar laten we eerst eens eventjes hashtag bijstortenloon toevoegen, jongens. Oh mijn god. Ik heb Tropical House aangeklikt. En ik krijg alleen maar zeiknummers in mijn oor. Wat is dit? Hey! Jente, ik noem nu Jekkie Jekkie in de chat. Stuur sowieso berichten voor iets leuks via Discord. Shit. Ik noem nu Jekkie Jekkie in de chat. Ik stuur ze wensen een bericht voor iets leuks via Discord. Topper, dankjewel voor je euromaat. Ik wil even die muziek aanpassen, man. Ik dacht dat we echt... Oh, dit is Tropical House. Ja, dit is Tropical House. Aight. Even bijstort de loonchat. Laten we het hopen. Auw! Trouwens, de 79ste dodenbalk was het volgens mij. Gek. Sembab, hoe is het met de prijzen van vrijdag? Yes. Ja, vandaag ook weer een drukke tweede paasdag gehad. Dus, gaan het... ja, het komt eraan morgen, sowieso. Hoe open je de pack zonder animaties? Een preview pack openen en dan L1, L1 of R1, R1 twee keer inklikken en dan kruis je, man. Zoals ik heb echt veel follow, was nu verstandig om te doen? Hele goede vraag.
Wat je kan doen met je hoge ratings is in die relacties gooien. 81 plus player picks zijn fucking ziek. Waarom? Ik heb letterlijk al 2 icons eruit gepakt. En heroes. Het is niet dat het hele goede zijn. Maar echt, ik heb er denk ik 10 gedaan en ik heb er al 2 gepakt. Ik zal het even laten zien. Nieuwste en dan speciaal. Kijk, hier, deze 2. Deze 2 had ik dus al gepakt. Dus dat is best wel sick. Die 81 plusjes, nou ja. Een beetje die grind, weet je wel. Dus je hebt de inform dingen die je moet doen. Kelvin! Dankjewel! Niet meer van mijn lijf, oh shit. Die pak je non-stop. Ja, I know, maar die kan je wel weer in die relacties gooien en zo. Ik heb een vraag. Ik ben 15 en K heb hele dikke bovenbenen, maar ik ga niet naar de gym. Hoe kan ik dit veranderen? Hey Kelvin, dankjewel voor je 3 euro dono. Ja, het is altijd wel grappig. Wij hebben dus ook een tijdje, het kan nog steeds trouwens, een mailadres gehad. Waar we dus mensen hielpen met dit soort vragen. Hey, ik ben zoveel jaar oud. Hey, ik loop tegen dit aan. Wat kan ik doen? Bijvoorbeeld mensen die niet precies wisten wat ze moeten doen in de gym. Daar hebben we dan een trainingsschema voor gemaakt. Met uitlegdingen en zo. Nou, Kelvin met de volgende vraag. 3 euro. Hey, zoals ik heb toegevoegd op Snap. Kijk, daar begin je al heel goed. Want daar gaan we natuurlijk sowieso allemaal dingen uitleggen. Maar ik heb een vraag. Ben 15? Allereerst, als je 15 bent, bro, maak je niet druk. Je hebt nog niks verloren. Je loopt niet achter met dingen of zo. Hé, hey, dit zijn wel lijpe packs trouwens. Laten we gewoon gelijk deze openen, toch? Dankjewel, Molucky! Ik heb PvP Lee en tot R9 gepakt, maar ben super slecht in de game. Ik verdien hem niet. Hé, Hapka, man! Gekke vrouwtje weer, man, bro. In ieder geval, Kelvin, maak je totaal niet druk. Je bent 15 jaar oud, er kan nog van alles... laat me zeggen, je hebt nog geen tijd verloren. Je gaat langzaam richting 16, 17, 18 jaar oud. Dat is wel een hele goede periode om een beetje kennis te gaan maken met de gym. Dus wat je kan doen is eventueel met een van je ouders of je verzorgers je in gaan schrijven voor een gym. Blijf alleen wel echt van de hele grote gewichten nog af. Zorg ervoor dat je daar echt wat later mee pas gaat beginnen. Natuurlijk kan je met 15 jaar echt wel wat kilo's tillen. Maar om daar echt richting een 100, 120, 130 kilo bankdruk te gaan werken, dat is misschien wat overdreven. Hoe heet die sound? Die donor sound? Bijstand, man, van ICSB. En je hebt dikkere bovenbenen. Nou, ik weet niet of dat echt alleen je bovenbenen zit. Misschien heb je ook een wat dikkere buik. Misschien heb je gewoon wat vetjes extra. Ik zou zeggen, bro, ga lekker hardlopen. Ga lekker bewegen. Ga lekker dingen doen op je lichaamsgewicht. Ga bijvoorbeeld ga beginnen met 5 push-ups. Ga dan naar 10 push-ups. Ga dan naar 15 push-ups. Bro, daag jezelf uit. Begin jezelf uit te dagen. En ja, rondom... Ja, kijk... Kijk, ik ga het je laten zien. Kijk, jij hebt bijvoorbeeld misschien wat extra vet bij je benen. Maar bro, kijk bij mij. Kijk waar ik mijn vet heb zitten, bro. Hier. Ik heb hier... Kijk dit. Gewoon een zwemband, bro. Gewoon hier, kijk dan. Gewoon een zwemband. Daar zit alles bij mij. Ja, je kan net pech hebben dat het op je benen gaat zitten of in je nek of in je gezicht. Ik heb Discord voor iets leuks voor jouw kijkers. PS, ik ben Jekke in jouw chat. Jekke. Let's go, bro. Dus we gaan hem even openen, chat. Hype in de chat, we gaan hem openen. De 60 keer 85 plus. Hype in de chat. Dan ga ik hem openen voor jullie, man. Hoeveel likes hebben we, chat? Pop ook even die likes omhoog, man. Stoute pushes. 500 kijkers, let's go. 150 likes. Laten we daar maar gewoon mee beginnen. Easy job, 500 kijkers. Doe het. Like die stream. Molukje met 3 euro. Ik heb Winterweld, Pele en Totti Arnai gepakt. Maar ik ben super slecht in de game. Ik verdien dit, bro. Stuur even je teampje op naar mijn PSN, man. Ik ben heel benieuwd. Sebas, Z, laagstip 033. Ik ben benieuwd even naar je teampje, man. En we hebben Jente met 3 euro. Sebas, ja, ik heb jou een bericht gestuurd, bro. Ik heb je al een berichtje gestuurd. Je hebt een Discord, bro. Je hebt een berichtje op Discord voor mij. Like even die stream. Ja, 150 gaan we hitten gelijk, toch? Kijk, lekker bezig. Nog 30 waar. Doe eerst die icon pack. Deze is ook goed, ja. Ja, maar bro, een standaard icon, bro. Dit is toch drama. Vrouw weer boos omdat ik Sebas op de tv aan heb staan. Joejoe. Lekker man, Danny. Shout out aan jou. Open toch die pack. Nee, zo werkt het niet, bro. Zo werkt het niet, bro. We gaan gewoon eventjes vragen of ik jullie de stream willen liken. En dan gaan we openen. Bro, het is 35 euro, hè. Pas op, hè. Want als ik in je portemonneetje kijk en er zit geen 35 euro in, dan mag je dit niet eens zeggen, bro. Lekker man, chat. Wat een gezelligheid. Ja, die icon vind ik ook wel een beetje scam, man. Als het een player pick was, nog oké. Okay. Ik hoop dat deze zo trouwens nog een keer komt.
Nog 11 likes. Ja, we gaan hem openen. 3, 2, 1. Here we fucking go. Wat is het, chat? Het is sowieso een inform. Icons zitten achteraan, heb ik gehoord. Het is Olympique Lyonnais, LVA. Het is Magri. Magri? Magri? En dan, wie zit er nog bij? Ook een inform. Bruno Fernandes. Kijk, dat is lekker. Inform Bruno, jongens. 90 rated. Sexy dexy. Dan zitten de icons en de heroes dus achteraan, heb ik gehoord. Oeh, oké. Informpjes weer aanwezig. Hoge ratings. Ik loef het. Zie maatje. En dan, kom op. Kom op. Ik heb je een berichtje gestuurd. Uit. Let's go. Wat een beest. Hij wil weer een leuke winactie doen, jongens. Die end. Hij is helemaal loco. Oké, nu dan. Oh! Oh, what the fuck? What the fuck? Hey, is dit een W-chat? Okocha, Francesco Colonoscanoli, Keuler en Van Persie. Oh, ik dacht dat hij... Oh, elk de chat weet het ook al gewoon weer. Hey, is wel een lijpe kaart toch, chat? Hoe is dat? Bro, wat? Oh mijn god, chat gooit ook gewoon gelijk de L gewoon. Hey, Okocha papa man. Okocha papa man. Welke is wel goed dan? Zijn er... Die moeten wel goed zijn, toch? Oh, hier zie ik ook nog niet echt goed, hoor. Okocha kan wel in die Evo. Oh, dat is wel ziek. Hier zie ik ook nog steeds geen goede. Keuler. Oké, dat pijltje omlaag betekent dus de mindere versie, toch? Oh, hier ook nog twee die we al hadden. Oh mijn god. What the fuck gebeurt hier dan? Kijk dan, chat. 6 icons en heroes. What the... Dit is wel een beetje crazy, man, chat. Oké, leuk. Laat ik hier even een screentje van nemen. Laat ik sowieso even die Berbatov en die Prins ook inleveren. Berbatov en Prins. Die gaan we sowieso even hierin gooien. Berbatov. Berbatov. Oké, die kunnen dus gewoon hier allemaal inzetten. Want waarschijnlijk gaan we die gewoon nog een keer packen. Berbatov en Prins. Die mogen hier ook in. Oké, dit er gewoon in gooien. Nee, we gaan ook even de icon doen nog. Of is er eentje nog wel iets waard? Is hij iets waard? Nee. Allemaal Quixel, boys. What the fuck? Oké, dan doen we het zo. Doen we het gewoon zo, toch? Ja, dan kunnen we het heel moeilijk maken. Kijk, wat hadden we verder nog? Kobel, Trent, Pedri. Laten we daarmee even beginnen. Kobel, Trent, Pedri. Maar leuk, man. Dat jullie me allemaal... Ik krijg echt wel veel... we zijn al veel vroeger... Eeuw, alweer allemaal nieuwe mensen. Dylan, Kelvin Smit, Nick. Dankjewel ook voor het toevoegen. Hier dus voor de boys die geïnteresseerd zijn in de gym. Scan even dat codetje toch. Ibrahim, Jozef, Lars, Thijs, Ricardo, Tim, Martijn, Dinant, Damien. Dank jullie wel allemaal. Ja, het zijn echt een heleboel. Dus thanks, leuk man. Even kijken man. Dus ja, als je vragen hebt, gooi ze ook gewoon nu in de chat. Wat zei ik nou? Frankie? Nee, wie zei ik nou? Kobel, zei ik. Waar de fuck is Kobel dan? Ik zie niet eens Kobel. Oh, hij staat op spits. Of niet? Huh? Kobel dubbel, maar ik zie geen Kobel. Raar. Wat raar. Trent. Ja. Oké. Okay. Die hebben we ook. Die hadden we dan nog meer. Onana en Hernandez. Onana. Oké. Okay. Hernandez. En je kan beter zijn 92 versie halen. Ik weet niet eens welke versies er allemaal zijn, jongens. Ik zal zo eens even kijken. En dan nog één. Oh, nog twee. Welke hadden we nog meer? Pedri. En dan moeten we maar even kijken welke we nog meer... P3. Ja, die Vini is het echt niet waard hoor, chat. Veel te duur. Echt veel te duur. Even kijken, wat voor rating moeten we hier nog tegenaan gooien. Oké, we halen het. Halen we ook. Halen we ook. Nou, dan doen we eens even wat omlaag. Halen we ook.
Ik denk, mijn gevoel zegt dat ze hem nog een keer kunnen openen. Wat denken jullie? Er staat iets ingesteld, maar ik weet niet wat. Oh, het staat op nieuwste, bro. The fuck? Ik dacht al. Ik heb iets gestuurd via Discord. Yes, ik ga checken. Even naar die andere. Even kijken, waar hebben we nog hoge rating? Cobol. Oh nee, Hernandez ook nog. Ja, dit kan. What the fuck? We kunnen echt ziek omlaag. Hier. Nee, dat kan niet. Oké, 86 dan. Ja, 86. Oké, we hebben hem. Maar had ik dan hier niet nog een trend of zo? Nee, zo. Oké, dit gaan we inleveren. Let's go. Die icons en zo zijn allemaal niks waard. Die heroes. Dus dat boeit niet zo heel veel. Heb je die gedaan omdat het gewoon een leuke speler is? Kijk, dat is mooi, man. Dat is mooi. Ik kon kiezen tussen rap, school of bijstand. Wil alleen maar money op mijn bank. Oh, lucky. Hey, leuk, man. Ik ga hem checken. Ik ga hem zo checken, ja. Kijk, kijk wat ik hem binnen heb. PS5, ik heb mijn team gestuurd. Gruwelijk, maat. Ja, inderdaad, mooi lucky. Wow, hij zegt dus dat hij Pele en alles heeft. Oh, het is ook nog echt zo. Kijk dit team, gast. R9, Pele. Oh, Varane en Koundé zien er ook wel heel sexy uit. En die João Felix en Cafu. Bro, dit team is niet normaal. Bro, je hebt gewoon een beter team als ik heb, gast. What the fuck? Zit nou weer. Ik heb dit toch wel ingeleverd? Heb ik dit niet ingeleverd? Ik snap er niks meer van. Toch niet ingeleverd. Ja, die 91 van Persie is best oké. Okay. Ja, dat leek mij ook, man. Dat leek mij ook. Thanks, Moluk. Ja, gruwelijk team, man. Thanks voor je dono van 3 euro. Even kijken bij nieuwste. Kunnen we daar ook een... Nee, we moeten gewoon... Doen we gewoon zo en dan op. Ja, okay. Hij schiet bijna alles erin. De Bruin hier sowieso even ingooien. Anders zou ik niet weten waar we hem anders in moeten gooien. Want dit is volgens mij de hoogste rating. Wat is die andere? Haaland, bro. Wat moet... Oh, dat is lastig. Kane Ter Stegen. Oh, dit wordt lastig. Kane. Ter Stegen. Oeh, wat een rating. Endler. Kobel Trent. Endler, Kobel Trent. Endler. Kobel. Trent. Zit echt veel te hoog. Laat me even wat lager erin droppen, man. Dit is echt veel te hoog. Ja, je moet met Van Persie gaan spelen. Ja, is die echt zo goed? Ik heb nu Werner, hè. Hey, ik kom even snel om de hoek kijken. Yo, Bartje! Ja, gaat op zich wel goed. We hadden ineens alleen geen leden meer op het YouTube-kanaal, Bart. Was wel heel bijzonder. Maar ik moet iets van documenten aanleveren of zo. En dan komt het wel weer allemaal goed. Dus we hoeven niet te erg te schrikken. Was wel gek ineens. Die Werner heeft mijn hele weekend verpest. Maar als in jouw team of als tegenstander? Hey, Ike Pack is ready, chat. Ike Pack is ready. Oké, okay, nou. Zullen we kaartjes doen? Gewoon even een stout kaartje doen, chat. Kaartjes met de Icons, alsjeblieft. Hoe lang is het wel niet geleden dat ik iets packed heb in Icon Pack, chat? Dat voelt echt 8 jaar geleden gewoon. Oké, okay, chat. Laat mij... Waar is mijn sjaal, man? Oh, mijn ding is weer opgeruimd. Fuck. Oh, wacht. Ik heb papier. Ik heb papier hier. Zo. Zo. Ai. Het is geen doek. Het is papier. Dat gooi ik over mijn scherm. Kijk, zo. Hutsiek idee. Dan zie ik niks. Als het even wil blijven hangen. Ja, oké. Okay, ik zie helemaal niks. We gaan hem openen, chat. De Icon Pack. Winter World War Totti. Come on! Oh, ik heb er nog geen één. En ik zie Totti. Of niet? Zie ik Totti? Oh! Is dit wat, chat? Zou dit wat zijn, chat? Oh mijn god. Oké. Okay. Oké. Okay. Oh. Wow, wat is dit, boys? What the fuck? Er zijn hele slechte landen wel. Oké, okay, we gaan kijken. Oh.
Oh, hé, hey, die Gerrard is wel lijp, toch? En Gattuso, hè? Huh? Is dit goed of slecht? Laat me heel even een futbin erbij pakken, man. Oh ja, Jente wilde even laten weten dat hij binnenkort weer met een vette giveaway komt. Hij gaat weer 50 euro PSN tegoed weggeven, zei hij. Maar dat gaat hij volgende maand doen. Dus we zijn net in een nieuwe maand, of aankomende maand, ik weet niet hoe je dat zegt. Maar dat, hij wilde even dat ik dat zei, dus... wel weer dope. Gerrard. Hé, 3 ton. Oké. Okay. En Gatti Uso. Hé, laten we gewoon Gerrard pakken dan, toch? Gerrard is wel goed, man. Maar goed, gaat niks in ons team doen met 80 verdedigen. Oké, waar kunnen we dit ingooien? Where can we put this in? Want we moeten nog een packje openen, man. We moeten nog een packje openen. SBC. Die versus doen? Versus, oh nee, versus heeft wel 86. Oké, zo. En dan hebben wij nog staan Kobel, Pedri. Oh, klik een keertje te veel. Kubel. Ik heb zoveel spelers in mijn clubchat, echt niet normaal. Eigenlijk moet ik alles wat ik niet gebruik gewoon weggooien. Maar ik spaar ook dingen ofzo. Het is heel weird dit jaar bij mij. Ik wil gewoon alle kaartjes hebben ofzo. Onana. En dan nog Hernandez. Oké. Die Hero Pack is heel slecht. Ja, maar dit is niet de Hero Pack hoor. Dit is de... Daar kan je ook die winter en zo, of die ice en zo uitkrijgen. Ja, we hebben een 91, dus het lijkt me dat we niet heel veel aan rating hoeven toe te voegen. Zo, wat een spits hebben we jongens. Niet normaal. Niet normaal. Kijk, is dit al de laatste? Volgens mij hadden we alleen rechtsback nog open. Oh nee, de 10. De 10 positie. Wat komt daar jongens? Dit halen we met een 86 rate. 85 halen we ook. 84 halen we ook. 83 halen we niet. Oké, 84 erin en we zijn ready. Hoppatee. Nou, dan gaan we het packje weer openen. Want ik denk dat we gewoon nog een keer kunnen doen, of niet? Of is die vandaag nieuw gekomen? Dat zou wel jammer zijn. We hebben nog 8004 punten over. 8 doezoe. 633 kijkers. Hey, let's go. Het gaat lekker, jongens, met de kijkers. Leuk. Ondanks de pro... Ja, wat vinden jullie van deze promo dan? Ik vind hem wel oké op zich. Niet heel ziek. Ja, we kunnen hem nog een keer openen, chat. Oh mijn god. We kunnen hem nog een keer openen. Oh. Gaan we het nog een keer doen, of niet? L-promo, zegt CR7. Aight. Gooi even 250 likes op de stream. En ik open er nog één, man. Dan open ik nog een keer deze. 3,5 doezoe. Eerst die pik toch, bro. Die pik? Welke pik? Welke pik? Daar hebben we er maar één nog van gedaan. We moeten ook die andere doen. Bretje! Met de dono! Oh, leuk, Brett. Stuur vast je invite, bro. Ja, donderdag ben ik ook weer bij Creators, ja. Let's go, Brett. Gaan we doen, maat. Stuur me alvast een invite, man. Zo, lijp veel toevoegingen op Snapchat, jongens. Shout-out naar jullie, man. Ait. Hebben we de 250 likes, ja. Dan ga ik hem gelijk voor jullie openklikken. Gelijk. Oeh, jullie gaan lekker. Nog 30. Dat is zo gefixt. Als al die luie... Even die luie mensen die op fullscreen zitten te kijken. Shout-out naar jullie, doe ik ook altijd. Eventjes dat likeje ook doen. Even van fullscreen af en dan... Thijs, bro. Wat voor foto heb jij ook weer, maat. Thijs van Hest. Doe ook de aanvallerspack. Wat is de aanvallerspack dan? Aanvallerspack? Wat is de aanvallerspack, bro? Die van 2K is ook goed? Oké. Ik zie het, ja. Zo, 3,89 of hoger. Ik zie het. Wanneer komen jullie met creators naar Brabant? Hey, bro, we waren laatst in Brabant, man. Of vlakbij Brabant. Eigenlijk, ja. Lommel was dan wel België, maar eigenlijk kan je dat ook gewoon Brabant noemen. Oké, zijn we ready? Ja, let's go! Daar gaat-ie!
250 likes and I get a big icon pack. Of nou, als er een icon in zit, ga ik wel vanuit. Tuurlijk weer informs. Ja, is wel een knapperd man, Thijs. It's Barcelona. Lewandowski. En dan, wie zit er nog achter als inform? Dan hebben we maar één inform, wat op zich het aantal special cards in de pack wel ten goede doet. Wie ben jij? Reyna. Oké. Okay. Daar gaat hij. Ik ben heel benieuwd. Oeh, we hebben dus wel... Oh, oké, okay, niet als wildcards natuurlijk. Oké. Okay. 4, ja, dit is perfect. Volgens mij zijn deze nog steeds duur. Ja, 30k. Oké. Okay. Wat krijgen we allemaal weer voor special cards? Heroes, icons, zitten ze überhaupt... Ja! Jawel, is het goed? Chat W of L? De hogere Okocha hebben we. Prince hebben we. Weer deze twee. Is het weer een L? Oh, nee, is het weer... Oh, dit is wel ziek. Is het weer een L? Hou je bek, chat. Nee, het is dan niet weer een L. Het is weer een L, zegt de chat. Hey, chat, man. Jullie willen me niet goed zien, hè? Ik heb het al door. En wat zit hier nog bij? Jezus, wat een dubbele. Oh, maar hey, Berbatov. Berbatov. Laten we Berbatov heel even in die 89 gooien. Berbatov. Je kan wel echt ziek grinden nu, jongens, met packs. Je discard een echte 94 Prince. Wat? Discard een 94? Wat? Loopt het chat te meme of wat, chat? Jullie lopen te meme, hè? Huh? Heb ik dat gedaan? Wat doe jij? Je discard een 94 rated. Donder op. Oké, laat me heel even naar dit ding gaan. Copain heb. Discard ik een 94? Okocha is ook wel redelijk. Zaterdag lekker bit. Bekerwedstrijd gewonnen. Be ready met penalties. Oh, dit. 1 april? Ja, het is echt zo. 1 april met de chat. Even kijken hoor. Hoe kan ik filteren dan? Het is wel op 1 april gebeurd, dus dan zou het hierbij moeten staan. Kan ik op special cards filteren of wel? Irritant dit joh. Ik moet helemaal nu in de campaign app scrollen. Jullie Oh, chat, ik snap. Oh mijn god, wat heb ik dit dom gedaan. Even kijken, we hebben echt ziek veel vonden. Dank jullie wel, chat. Love aan jullie, dank jullie wel. Anders heb ik gewoon een 94 rated gediscard. Helemaal loco. Dank jullie wel, chat. Zonder jullie was ik nu een 94 rated speler armor. Wat dit. Let's go. Dank jullie wel, chat. Hoe haal je terug via de Copain app, man? Kan je snel verkopen herstellen. 5 in de maand. Is good shit. Bro, als je dat niet wist... Bro, dat is een zieke wee. Besef, als je nu erachter komt dat je quick cells kan herstellen. En besef dat ik dus nog steeds content had kunnen maken dat ik een zieke speler quick cell. Had alsnog iemand het geloofd. Loco! Pak de L, man. Waarom doe je dit ook? Doe je het puur voor content om die 94 speler te Oh, nee. Lokka denkt dat ik het voor de content doe, bro. Ik had het legit gewoon niet door, gast.
Dankjewel, Lokko, voor de 3 euro. Pak de L, man. Waarom doe je dit ook? Dankjewel, maat. Oké. Okay. We gaan weer even wat kaartjes neerzetten, man. Tak, tak, tak. Oh, dat is iets te veel wat goed. Oh, ik had wel de Snapchat hier nog. Oké, okay, we gaan weer dit hele enge papier voor mijn scherm gooien. Zo. En dan gaan we hem openklikken. Here we go. Blijf tegen mijn scherm. Oh, what the fuck? Het zijn er 4, man, chat. Dit had geen zin. Dit had geen zin. Alles gaat fout momenteel, man. Alles gaat mis. Hey, wat moet ik met al die hoge vodder, man, chat? Wat moet ik met al mijn hoge vodder? Ik heb echt... Ik kan blind een SBC doen, denk ik. Gewoon. Deze zijn sowieso niet waard. Wat kan ik nu met hoge vodder doen? Oeh, we hebben ook nog 85 plus player pick, gek. Die Winterweld was 700k. Wat? Oh, je bent ook in de war volgens mij, man. Allerweeran, hero packs. En wat? Uit die hero packs kan je echt alle... Maar ja, hero packs zijn niet eens hoge rating nodig. Dat is een beetje minder. In de Mia Hamm SBC? Is Mia zo goed, denken jullie? Ja, ze is wel goed, maar dan moet je die nog hoog hebben. In je veet is het los. Kan niet, ik heb geen schoenen aan. Timo, dankjewel voor het abonneren, maat. Vinny Player of the Month. Je mics. Oh, nu krijgen we de grapjes, hoor. Nu krijgen we de grapjes. Oh mijn god. Chat, ik heb zoveel fodder, gast. Ik open een 85 plus en ik heb gewoon weer. De icon pack opnieuw. Die kan je dus niet opnieuw doen. Ik vond het wel leuk als dat kon. Even kijken hoor, bij upgrades weer. Nou, je hebt dus inderdaad deze icon pack. Maar daar moet je dus een... Oh, daar moet je wel een 86 team voor inleveren. Alleen dat is dus verdienen een pakket. Hé, hey, zullen we de 11 klaar? Nee, zullen we dat doen, chat? 11 hero packs? 11 hero packs klaarzetten en daar een potje Weekend League mee? Wel ziek. Ja? Ja? Is wel lijp. Ja, zoals doe eens gekke content. Oké dan. Dat is wel gek, ja. Dat is wel sterk. Ja. Ja, right. Ik hoor jullie. We kunnen ook gelijk zien of er misschien wel een Big Banger tussen gaat zitten. 10 en dan Luc de Jong in de spits. Oh. Diakapi. Oké. Hebben we ook nog even een 85 plus player pickje gedaan. Hier kunnen gewoon die icons in zitten en zo, hè. Weer een dubbele. Wow, crazy, man. Crazy. Oh, kan je hem 2 keer doen, die 85 plus? Blijkbaar. Ja. Ik doe hier even die inform in. Dan zijn we ook van die informs af. Wie had ik nou nog meer? Deze chick had ik volgens mij ook weer. Oh joh, Sebas, de snelste SBC voltooier van Nederland, man. Vinden jullie ook, chat? Eerlijk, gaat snel. Ik ga altijd comments. Oh, schiet nou eens op, verdomme. Schiet nou gewoon eens op. Voor de mensen die dachten dat ze een Discord berichtje hadden en interessant waren. Nee, dat was mijn Discord. Grapje, chat. Jullie zijn sowieso interessant. Allemaal interessante mensen in de chat. Yo, Rink! Hoe is het, vriend? Oh, ik ben eindje vergeten. Of hoorden jullie de Discord sound niet eens? Je hebt inform nodig ook voor de hero pack. Ja, maar deze ook. We gaan nog meer openen. We hebben nog punten, bro. 5k punten, bro. Dat is crazy, man. Maar informs beginnen wel... Als in lage informs beginnen we op te raken, man. Die Brooks had ik ook niet dubbel, toch? Of had ik dubbel, bedoel ik? Dan mis je waarschijnlijk een keeper. Dujek. We gaan gewoon voor Dujek. Alles voor Dujek.
Hoe was het bij ESPN, Sebas? Je bedoelt bij de E-divisie of wat? ESPN. Ik wil iets anders doen, EA, maar dat slaat nergens op. Thuis. Yo Sebas, kan je me FF accepteren op Snap? Dan kan ik mijn team laten zien, want kan geen bericht sturen. Stuur via PSN, bro. Stuur via PSN. Dankjewel Thijs voor je 3 euro. Yo Sebas, kan je me even accepteren op Snap? Dan kan ik mijn team laten zien, want kan geen berichten sturen op Insta. Bro, stuur even via PSN. Kan ik het gelijk ook in de stream beter laten zien, man? Dat is beta. Het was heel vet. Ik weet niet wie er in de chat allemaal de E-Divisie Finals heeft gezien of teruggekeken. Was insane. Het was echt insane. Koffer training, iets gemist. R9. Wat een standaard grap. En na de Ramadan, bro, heb ik gesprek met hem en dan heb ik meer info voor je. Struiker Mokro is gaande, chat. Wees Struiker Mokro, je weet het. Altijd. Nee, vet man. Laat maar weten. Ik wacht geduldig af, bro. En wordt het niks, dan wordt het niks, hè. Zo is het ook. Maar wel leuk dat je ermee bezig bent voor me, man. Tenminste, dat je mijn naam noemt en zo. Dat is hard. Love. E-divisie was echt vet, bro. Was echt leuk. Echt leuk. Ik had het wel leuk verwacht als in de finals. Dat is altijd leuk, maar dit was die finale, bro. Hoe kan je tegen NPC's komen in deze weekend? Mensen spelen dit echt te veel. Bro, niet. Niet. Dat is niet normaal. Yes, kijk. Oké, wat zullen we doen met de folder? Zullen we het allemaal in rel NPC's gooien of wat? Bro, dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Oké, laten we gewoon zo doen. En dan even een hoge rated onthouden. Casemiro en Bruno. Oké, laten we dat doen. Of Ruben bedoel ik. We waren voor een ander moment, bro. Die tijden kennen we niet, man. Het meeste kan in de hero, precies. Rodrigo is extinct. Ja, door die 5 sterren zooi, toch? Alle 50 discard, de rest hero upgrade. Ja, maar de 50 kunnen ook in hero. Eerst even Cancelo. Nee, Thomas, tuurlijk, dat is het beste idee, maar... Bro, ik heb zoveel fodder, maat. Dat... Trippier. Verander je stream van Totti, R9 en Ronaldinho in 1 player pick. Ja, jij bent er zo in, ja. Even kijken. Trippier en Grealish. Hier hebben we in ieder geval al Grealish. Çalhanoğlu en Laporte. Hier hebben we in ieder geval Laporte. Çalhanoğlu. Yes. Hernandez. Rice. Hernandez. Oké, dan hebben we dus nog hoger rated. En even kijken wat voor rating we nog nodig hebben. Diaz en Cassie. Zo. En stel je doet nu gewoon een 87 erin. Wat heb je dan nog nodig? Kijk, dan halen we het al. Dat is toch top? Doen we het gewoon zo. Volgens mij hoeft hij ook niet lager. Hatsa! Bewaart Çalhanoğlu is extinct. Krijgt fucking goede kaart met Ivo. Oh. Hij zit er volgens mij al in. Oh nee, Çalhanoğlu heb ik hier. Oké, die moeten we dus bewaren. Hoe weet jij dat nou ook al gewoon weer? Wiertz. Sorry, is Fatou? Oh, bro. Die laat me ook nog bijna echt denken, man. Hey, laat me even die Discord op stil zetten, maat. Hoe kan ik dat doen? Hoe zet ik hem op streamermodus? Ik wil streamermodus. Wat is dit nou weer? Of ik sluit hem gewoon af. Nee, ik sluit hem wel gewoon af. Zo. Ai, jullie horen mij toch? Ja. Hallo?
Hallo? Ja, jullie horen mij nog. Oké. Okay. Oeh, je hebt ook een inform nodig inderdaad. Baba. Baba, what a grind chat. We are grinding the game. The crazy game. Luc zegt, doe de Vini SBC. Ja, de Vini vind ik het niet echt waard, man. Het is een leuke kaart, maar... Ik weet niet of het bij mij echt een toevoeging is. Tuurlijk, het is vet. Wanneer zijn de kijkers aan de beurt? We kunnen zo even naar kijkers gaan. Ik wilde eerst even zelf mijn FIFA punten er doorheen knallen en zo. Dus vandaar. Vini is te duur voor de kaart, exact. Oh, Thijs! Hij is er weer, hoor. Met een dono! €4,77. VGM heb ik... Wat is dat dan weer voor een gek bedrag? Hij heeft waarschijnlijk zijn rekening afgerond, dat denk ik. Dankjewel, Thijs! We gaan gelijk even kijken, man. Thijs. Zie ik Thijs? Hoe, wat is je... Oh, nu weet ik niet wie, welke... We hebben weer veel te veel berichten, bro. Wie, welke... Hoe heet je, Thijs? Hoeveel euro heb je in FIFA zitten? Wil ik het niet over hebben. Dan ga ik denken... En dan barst ik uit in huilen, denk ik. Ik denk 2.500 euro. Nee, ik weet niet. Zoiets. Nee, dat wil ik niet weten, maat. Dat wil ik echt niet weten. Froms Rodrigo. Rodrigo extinct, hè? Maar die heb ik dus ook al in mijn club. Dus dat boeit niet. Froms... Rodrigo, die moeten we dus upgraden of zo, toch? Zeiden jullie. Tchouameni misschien doen. Is die echt helemaal... Ja, man. Rodrigo is een kaartje die mensen willen hebben, dus. En ik ga hem inleveren in SBC. Oké, okay, Pedri, Militao. Wow. Hij is goed. Hij heeft, vijf sterren toch, of zo? Begreep ik ergens via een TikTok. De meeste info krijg ik altijd via TikTok, man. Met zieke kaarten. Horan. Arnold Gunnugan. Horan Arnold Gunnugan. Oh, 99 shooting, dat was het, ja. Dat was het, ja. Wat is mijn PSN? Typ hem even voor je in de chat. Dit is mijn PSN. Horan is het, hè? Gunnugan. En nog eentje. Wie was die andere? Trent, ja. Het was toch echt Trentos. Oké. Okay. Dan hebben we hier nog... Ja, wat is het? Ja, zijn de sponsors gepauzeerd? Ja, klote, man. Klopt. Moest een document aanleveren bij Google ineens. En ze hebben daardoor even alles op stop gezet. Heel apart. Maar goed, duurt 1 tot 3 werkdagen. Dan zou het gefixt moeten zijn. Is FIFA nog een beetje wat? Hebben we nou tot hij het niet meer aangehaakt en bevalt? Wel, moet ik zeggen. Oeh, dat snap ik heel goed, Mama Shano. Nee, FIFA is op zich nog wel leuk. Oh, joh, hoe kan ik 2 Modric hebben, man? Oh, dat kwam door die player pick. Nee, is wel leuk. Op zich wel lachen. Ik ga dit allemaal in de omrel SBC gooien, denk ik, chat. Denk het wel. Beter, man. Kan ik weer allemaal player picks en zo van doen. Wat ging ik doen? Oh, hier, deze volgende even. Of we kunnen... Nee, ik weet niet zo goed. Oh, leuk. Hoe noem je een oude sneeuwpop? Water. Oh mijn god, gast. What a meme. Doe die 11 heroes. Ja, beter, hè. Dat is wel leuk. Leuke content. Ik heb een jeuk aan het neusvleugeltje van mijn man. Fucked up. Maar ik denk dat je nu juist tekort gaat komen in 82 en 83 rated spelers. Omdat je die niet meer zoveel packt. Oké. Okay. Over 2 weken tots. Nee, joh. Ga
Gaat dat zo snel? Beter je opa in een rollator dan je oma op een vibrator. Bro, wat lees ik. Bro, wat lees ik. Chat is best wel stil. Ik vind het juist wel gezellig, man. Ja, na deze promo komt tot. Zo, yo! Hey, lijp. Sick. Ja, we hebben echt wel hele hoge rateds, man. Beter kunnen we... Oké, okay, Modric. Modric, Rolfo, Kobo, Meat. Modric, Rolfo, Kobo... Oh ja, ik ben het nu alweer kwijt. Het is gestuurd. Top, ik ga kijken. Laat me dit even heel snel onthouden. Gaan we weer een pack ook openen uit de store, man. Hoyloon Tots. Oh, dit... Rolfo, Kobol, Modric, Meat. Volgens mij was dit hem. Wie zet ik daar nou net neer? Oh, Frenkie. Nee, Modric. Oké. Okay. Dan is het voor de rest wat 85's. En 86's. Zo. Oké, dit halen we. Eentje opzij. Ja. Oké. Dat kan natuurlijk niet. Oké, nou, we doen het wel zo. Boeien. Boeiereerd! Zoals doe Alvaran, hij is koude goed. Ja, maar je hebt ook nog een hogere versie van Alvaran. En zou je net zien dat die dan weer ergens pack of zo. Oké, dit gaan we nu inleveren. In die omruil is precies. Oké, even kijken. We hadden een... Thijs. Ligt het aan mij of zie ik dat nog steeds niet van Thijs? Hoe heet je Thijs? In de store, in het ding. Thijs Bakker, wat is jouw PSN? Ja, laten we hier maar die Musiala ook doen, toch? Die pack ook niet normaal vaak. Foxy? Niet eens een ding in beeld, hè? Nee, ja, beter. Hey, ja. Cap de Via. Ja. Nou, ik denk dat je die centrale vrouw van Barça moet gaan vervangen. Misschien Maldini ook al wel langzaam een upgrade moet gaan geven. Maar de echte grote upgrade zit er denk ik in een Cap de Via. Seedorf. Ja, ik ken die David niet zo goed. En Hernandez ook niet zo goed. En de subs. Oh, subs zijn ook niet heel best. Subs kunnen ook nog wel een stuk beter, man. Maar je hebt wel een leuk team. Henry is echt wel sick, hoor. Holy shit. Puskas 92 in 55 gesmeten. Is echt een monster nu. Ja, die wilde ik ook doen, man. Maar ik had nog niet die rode, hoe noem je dat? Hoe heb je dat gedaan dan? Want je moet hem rood maken toch, Robben? Kane, oké. Wat ben je aan het doen? Even mijn folder aan het wegwerken. Als dat heel even mag. Want het zijn echt hele hoge volle kaarten. Hallo. Dank je. Dan, Griezmann. Oh, weer één te ver. Je bent al loes op mijn bericht. Je moet hem even checken. Ik ga zo even kijken. Oké, Griezmann. Boom. Wie hebben we nog meer? Hoe ga ik ook weer naar die foto's, chat? Oh, ik was het bijna vergeten gewoon ineens. Kimmich, Pop, Renard. Kimmich. Kimmich. Sebastian. Oei, ik ga mezelf bijna voor mijn kop slaan.
Pop. Pop. Ja. En dan hebben we Renard. Even kijken. Yes, rood maken met Evo Champions. Dan kan je die naar 5-star, 5-star. Ja, gek, gast. Echt heel ziek. Daar had ik al voor zitten kijken. Oké. Okay. Zijn we er al bijna doorheen door de folder? Want dan kunnen we weer een packje uit de store openen. Endler en Modric nog. Endler en Modric. Endler. Ik heb store packs voor je, hoor dit. Zullen we even een invite dan? Ga ik ook nog even eentje openen. Welke store packs zal ik zo nog openen, chat? Yo, Jim! Ga je weekend niet spelen? We gaan wel even een potje spelen met het Hero Team misschien. Modric, hè? Maar ik moet er nog 20, man. Want het was een druk paasweekend. Oh, dit. Het was een druk paasweekend, man. Very druk. Oké, okay, we zijn er doorheen. Welk pakketje in de store is nog waard? Die van 2k, zegt Wessel. Oké. Okay. Laten we heel even snel kijken. Yo, set man. Open die Golazo packs. Ja, gewoon die promo packjes dus. Dus dan even kijken. Deze dan niet, maar deze dan weer wel. Oké. Okay. Oké. Zijn we ready, chat? Ja? 300 likes, chat. 15 likejes nog. Dan ga ik hem openklikken. Moet je even naar die odds kijken. Oh ja, inderdaad, die is beter, man. Hij is beter zelfs. What the fuck, ik pack net 97 kruid uit een 500k pack. Oh mijn god. Deze is tradable, is wel ziek hoor. Stel, het is echt een goeie. Siematje. Hoppa, 300 likes, schiet. Zo makkelijk kan het zijn. Deze moet ik niet openen, maar deze. Ja, daar gaat hij. Het is geen zieke kaart. Het is weer zieke fodder, dat wel. Oké. Okay. 20 dubbelen, wat zit erin? Huh? Stil, nee. Chat, jullie scammen me weer. Ik heb niet eens een special card. Een inform. Oh mijn god. 94% op zo'n ding en ik krijg hem niet? Hou je bek, hoor. Hou je bek, hoor. 94% kans en ik pack hem niet. Bro, jullie zijn op scammings, man, chat. Jullie willen me weer niet goed zien. Ik heb het alweer door. Ik heb het alweer door. Gadverdamme, man, chat. Baba, biggest L in history, bro. Deze komt gewoon... Deze persoonlijk ook gewoon van EA. Zeg gewoon, je opent te veel packs, je krijgt geen packluck meer. Oh, deze was wel echt pijnlijk, man. Maar misschien kunnen we hem zo nog een keer doen. Nog een keer dikke L pakken. Nee bro, niet die. Lekker voor Yannick. Lekker voor jou. Mannen zeggen speel Fortnite in de chat. Ik weet niet wat ik hoor. Doe die 1k, ja is die goed? Zit wat op je kin? Een pleister. Bro, die heb ik al zo vaak gehoord. Zie je, nu kom je een beetje tekort bij 83's en zo. Oké. Okay. Dit is weer een hero packie, dat is lekker. Dan gaan we ook weer even deze pakken. Met de kaarten die we hier hadden. Sule Rabiot Rice. Sule. Sule. Rabiot. Rabiot en Rice. Rabiot en Rice.
Daar is Rice. En daar is ook Robbie. Oké, dan hebben we nog meer te gaan. Laporte, Çalhanoğlu, Grealish. Laporte, daar hebben we die. Laporte, Çalhanoğlu, Grealish. Oh. Laporte. Laporte, Çalhanoğlu, Grealish. Oké, okay, en dan moeten we even een hoge banger erbij gooien. Of wat hadden we nog meer? We hadden nog Trippier en Arnold. Trippier en Arnold. Oké. Okay. Was hem, hè? Ja. Oké, okay, nu even wat hoger rated erbij. Die. Dan kunnen we even die andere goed maken namelijk. Hop. En wat moet hier voor rating komen om hem nu te behalen? Vini is genoeg. Son is ook genoeg. Is Leao genoeg? Of een Rodrigo? Nee. Een Leao ook niet. Alleen Meat is genoeg. Ja, toch. Oké. Ga naar Packs van Kijkers. Duurt een beetje lang. Bro, we zijn lekker aan het grinden, man. Ga lekker achterover liggen. Geniet gewoon van de content, bro. Dat is omdat ik steeds dubbele heb, bro. Maar we zijn ook aan het toewerken naar Hero Packs en zo, hè. Dus er moet wel wat gebeuren, bro. Het gaat allemaal niet vanzelf. Ja, of jij moet het allemaal voor me doen, maar dat doe je ook niet. Dus gekke man. Gekke man. Lewa. 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 Dat is één. Boom. Oké, volgende is Kane. Is dat echt Kane? Is dit nog de oude? Nee, dit is nog de oude, man, chat. Dit is volgens mij nog de oude. Het waren de oude dubbelen. Oh nee, het zijn niet de oude dubbelen. Huh? Zijn het dan wel of niet de oude dubbelen? Nee, what the fuck? Lijkt net op de vorige. Elwa Wessel! Oké, okay, Kane. Shewiki Ligalaf, bro. Deze vraag ga ik niet bevragen. Want deze antwoord ga ik niet bevragen. Even kijken hoor. Cassie Ruben Diaz. Cassie Ruben Diaz. Zo. Ruben. Misschien dat we hem nog een keer kunnen openen. En dan nog een keer die 1K. Dan zijn we door de punten heen. Ruben. Oké, okay, welke nog meer? Antler Silva Modric. Antler Silva Modric. Waarom kan hij me doneren? Het link staat in de beschrijving. Superchat kan inderdaad niet meer. Dat klopt. Huh? Antler, toch? Ik mis mijn ding. Ja, ik ook, bro. De sponsoren, ik mis ze. Oh, ik heb Antler al niet meer. Oh, wat Ender, bro, wat zeg ik? En bro, Kimmich, bro, wat zeg ik allemaal? Ik ben weer veel te erg in de war. Oké. Okay. Silva. Bernardo. En dan Modric. En dan zijn we er alweer doorheen. En dan gaan we weer een packje openen uit de store. En dan hoop ik niet dat jullie me weer scammen. Hoppa. Heb je dit weekend Player of the Month MLP Quickseld? Kan ik hem ook terughalen? Jazeker. Zeker. Yo, Sebastian is lekker. Altijd lekker, bro. Zeker, zeker. Zometeen nog even naar de gym. Rug bicep pakken als je die workout wil zien. Ga me Snapchat checken. Sebas Z. Of nee, gewoon Sebas zonder Z, laagstreepje 033. Sebas, laagstreepje 033 is mijn snap. Of je moet even de code scannen. Dan ga je die kunnen zien.
die workouts die ik zo meteen ga doen. Open die 600 kaping. Die hebben we al geopend, man. Deze weer doen. Hij is er namelijk wel weer. En daarna de doezoe. Oh ja, dit is aanvallersdingen, ja. Ah, dat is hem dus. We kunnen die ook wel eerst even doen. Dus als hij beter is, kunnen we nog een keer... Wacht even, wat is dit? Even die 1K, man. Laten we deze even openen. Ik ben wel benieuwd. Zit er iets in? Geef me gewoon kaarten die ik nog niet heb, man. Ook Berbatov weer. Gudmundsson is in ieder geval degene die erin moet bij die andere. Bij deze. Gudmund! Is het Gudmund of Gudmach? Gudmocht. En dan... Ja, misschien moeten we zometeen zelfs wel een... Een 83 keer 100 pack open of zo. Misschien is dat het idee. Want die beginnen we op te raken nu. ...83 hebben we op zich nog wel. Kiek, dat halen we nu niet. Kut. Nu wel. Oh, top. Oké. Ik ben wel benieuwd wat we een team gaan halen met die dingen, man. Oké, even kijken. Wat hebben we hier? Berbatov. Gaan we dit gewoon hier in... Oké, we moeten even kijken. Rashford meet Ronaldo. Dat we ook die Rashford hebben, maat. Dat is echt veel te ziek. Ronaldo. Cristiano. Oké. Dan hebben we... Osimhen en Pop. Nou, dan laten we daarbij de rest gooien gewoon in die andere. Osimhen en Pop. Dan hebben we hier Osimhen en Pop. Oh! Hey! Ach, je bent een 3 euro, dankjewel, maat! Nu ben ik op mijn lijf of shit. Sebas, goede avond. Wil je meekieken met mijn 88 plus icon pp en kijken wat ik moet veranderen aan mijn team? Mijn naam op PSN is Kestershoter. Alright, heb je al een invite gestuurd, bro? Want dan kom ik even langs natuurlijk. Dan kom ik wel zo even langs gelijk. Klinkt leuk. Kijken of dat we het redden, hoor. Ja. Kennen we omlaag? Ja. Kunnen we nog verder omlaag? Yes, stop. Yep. Hoor je, mijn chat loopt vast. Kan iemand eens wat typen in de chat? Oh, hij doet het weer. Rustig chat, hij doet het alweer. Berbatov, Kane, Benzema. En dan hebben we het alweer er doorheen, gelukkig. Berbatov. Daar is hij. Wie zei Kane en Benzema? Eigenlijk moet er ook een 90 rated komen, man. Dat is nog zieker. Maar dat wordt veel te OP, denk ik.
Thanks, Stefan. Zin in het EK, man, chat. Ik ga even wat gekke content gooien, man. En even die inform. Ja. Welke inform was het? Weet jullie nog welke inform er stond? Nee, Goodmanson hadden we al gedaan, of niet? Brooks. Brooks of Goodmanson? Retegui? Bro, je bent nog... Oh, M laden, bro. Je bent insane. Zelfs de keuze die ik geef... what the fuck. Insane. Dankjewel. Ik dacht helemaal niet aan Retegui, man. Retegui. Hey, we hebben een probleem zometeen, man. De club is mokerleeg. Oh, mensen hebben lijpe geheugen. Echt zo. Ik kan alleen maar 84 doen, chat. Zoals ik ga naar Nederland-Frankrijk en daarna nog kwart of half finale. Poh, gek. Heb je Berbatov al ingeleverd? Ja. Oké. Okay. 45 packs al, hè, met al die dingen. Oké. Okay. Laatste packie, 2k FIFA-punten. Laten we eens heel eventjes slim nadenken. Want wij hebben... Ja, die ene pack was gewoon heel slecht. Deze... Oh nee, deze kunnen we niet eens doen. Oh mijn god, die kunnen we niet eens doen. Even kijken, wat staat er nog meer? Je hebt dus de 3K. Ja, dit is leuk. Maar hier krijg je dus ook niet goed genoeg dingen uit. Oh, hier krijg je wel 84's. Ja, laten we die gewoon doen dan, toch? Hier is wel 55, 83's. Welke kans is hoger? Oké. Okay. Oké. Dirk van Duivenbode, kot aan het doen. Oh, grappig. Oké. Let's go to the 350 likes. Dan klik ik hem direct open, man, chat. 350 likes voor jullie. Easy target. Maak het niet moeilijk vanavond. Het was pas lang geleden. Fuck it, Thijs. Heel veel Thijsen vandaag in de chat, man. Thijs. Thijs of Thijs. Oeh, hier hadden we dus net, kijk chat, er staat hier 94 kansen op een Golazo Hero. Ik had er niet eens één. Hoezo ben ik geen sponsor meer? Kijk even het getagde berichtje, Bart. Leden momenteel inactief, ben ermee bezig. Er is een mail van Google gekomen dat ik documenten moet inleveren, man. Ga je nog gym? Jazeker. Jazeker. Oh, easy target hoor weer. Potverdorie, is allemaal veel te makkelijk voor jullie. Let's go. Kan je mijn naam zeggen? Saul. Een moeilijke naam, man. Dus komt goed, Bart. Ja, ik stresste hem ook wel even, hoor. Dag, hoe? Nou! Nu wel eentje! Hoe! Hey! Die is wel nice, toch? Die is wel nice, toch? Berbatov. We hebben de echte Berbatov. Is die goed? L. Oh mijn god, weer een L, bro. Ho! Wow, er zitten er ineens heel veel in. Ik had er net geen één. Oi, yo, weer moker veel dubbele gast. Laten we even naar de packs van kijkers gaan. Kleine W. Ai, we hebben geen grote W gepakt vandaag dan. Is toch een L? Tuurlijk niet, bro. Een L is letterlijk geen enkele speler. Net was het echt een L. We hebben weer die Okocha terug. Oké, we hebben in ieder geval informs. We hebben hoge rated. Hier kunnen we nog wel het een en ander mee doen, zo. Alleen Charlton, Ginola, Cruyff en Cafu wil je hebben. Boah, moeilijk dan, man. Moeilijk. Oké, we gaan even kijken naar de boys. Store packs. Even kijken. Wat heeft hij staan? Storepack. Oeh, crazy.
Nou, oh, ik verwijder de party alweer. Wacht even, je moet de tweede even joinen, man. Deze. 180k is niks voor jou, Sebas. Minimaal 3 milli. Ja, is wel waar. Is wel waar. Ja, die playstyles van Berbatov zagen er goed uit. Klopt, 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 klopt. Even kijken. Ja, hij heeft een microfoontje. Dan gaan wij ook even... Hé, wacht. Ik ben mijn draadje kwijt, man. What the fuck? Er is opgeruimd in mijn studio. Dat heb ik niet zelf gedaan. En alles is nu loesel of zo. Fucking irritant. Nu is er weer een draadje uit mijn Elgato weer loesel. What the fuck? Dan wordt het even zonder kijkerskwast, hè? Nee. Ja, ik kan nu mijn hele studio overhoop gaan halen, maar dat komt dan wel. We horen even de kijkers niet, chat. Helaas. Helaas. Oh! Hij wil die openen, chat. Doop, daar gaan we dan. Voor, jawel, de one and only Capi. Capri Sono. Gaat-ie. Heel ziek. Komt-ie, chat. Kom op, een banger! Iemand had ook 20 playpicks. Weet ik. Komt goed, we gaan het hele lijstje af. Oké, okay, nou, dit boeit natuurlijk niet, want de heroes en de icons zitten achteraan. Dat zat ook niet... Ah, deze zijn wel echt heel slecht. Oh, het zijn er wel meerdere, maar het zijn echt de slechte gewoon. Oh, jammer bro, dankjewel voor het openen, maat. Wel echt leuk om deze pack even bij te openen. Zeer nice, zeer nice. We hebben even geen geluid van de chat. Helaas. Mijn studio is opgeruimd. Hoefde ik gelukkig niet zelf te doen. Ik heb er mijn mensen voor. Nee, dat mag ik niet zeggen. Super bedankt voor het opruimen van mijn studio. Natuurlijk. Straks nog kick. Nee, ik ga straks naar de gym. En dan morgen weer kick. Kikkie, kikkie. En dan gaan we zo even die hero packs afmaken, chat. En dan gaan we een heel team bouwen met die heroes, ja. Dat is wel leuk. Ik vind het wel leuk, een W-idee. Een W-idee. Hé, Ray en Niels. Thanks voor het voegen op Snap. Hé, 50 player picks, man, chat. Even kijken hoe goed die lellen zijn. 50 player picks. Crazy. Toen laatst zijn gyms open. 24-7, man. Doe ook een hero in de Evo. Welke Evo dan? Wat stream je op Kick? Casino, man. Dat wil ik niet op YouTube doen. Ik vind het niet verantwoord om voor het jongere publiek wat hier op YouTube ook aanwezig is. Casino te, ja, eigenlijk een soort van indirect dan toch een beetje te promoten. Dat is dan richting jongeren natuurlijk. Kijk, als je ouder bent dan is het meer van naar casino kijken. En... niet de hype gaan creëren van als ik 18 ben, ga ik gelijk casino, want ik heb die en die veel geld zien winnen. Dat is natuurlijk heel anders. Dus we zijn lekker op Kick, op het platformpje. En ja, daar zijn we echt wel 4-5 keer in de week op live, dus dat is wel leuk. Staat ook in de beschrijving, de Kick-link. Dus als je het leuk vindt en interessant en je bent 18 plus, ga dat checken. Dus je moet sowieso een 18 plus account hebben, ben je onder de 18 heeft het weinig zin. Heb je ook nog ander werk? Nee, momenteel niet, man. Ja, nou, momenteel eigenlijk nooit. Nee, ik ben gestopt met mijn pizzacourieren. Ik heb een studie afgemaakt en ik leef momenteel al 5 jaar lang. Misschien wel 6 jaar lang van YouTube, bro. Echt crazy als je daarover nadenkt. Dat komt nu wel even binnen, hoor, nu ik dit zei. Oei, joh, dat is eigenlijk wel lijf op de beseffen, chat. Maar dat komt allemaal mede dankzij jullie support. Kijk dan, dit is de... De 79... Oh, loco! Dit is de 79ste donorbalk die vol kan gaan, hè? Die ben wel mijn lijf af, shit. Ik heb nu al 200 plus packs voor Premier League tot... Loco is weer aan het sparen, hoor. Gekke man, gekke man. Dankjewel, man, Loco, voor je 1 euro donatie. Ik zeg... W-Loco, man. Dat je dat durft.
Verdien je er veel geld mee? Nou ja, anders zou het niet mijn fulltime job zijn, toch? Dus ik verdien er inderdaad, easy. Kijk, Danny, ik denk dat het nooit... Oké, dat is nice. Ik denk dat het nooit is het easy. Het blijft altijd ondernemen. Het blijft altijd... Kijk, zoals nu met FIFA. Ja, ik zeg je eerlijk. Weet je, normaal kon ik eigenlijk maandelijks al bijna alleen rondkomen van mijn reclameinkomsten met het aantal views wat we hadden op de livestreams. Omdat we minimaal wel 20 tot 30.000 views vaak op een livestream hadden. De laatste tijd was het al 15.000. Maar dat was nog steeds niet slecht. Kijk, als je dan een gemiddelde reclame op 1000 weergaves op zo'n 4, 5 euro had. Ja, dan verdien je uiteindelijk per stream. Dus stel je bent er meerdere keren in de week live. En dan... meerdere keren per week. En dus ook meerdere weken in de maand. Dan pak je eigenlijk al gewoon een heerlijke 1200 euro aan advertenties van YouTube. Nou ja, dat is natuurlijk nu momenteel... Omdat de game een beetje mooi is. Mensen stoppen ermee. En daarom vind ik het nog wel echt steeds super hard. Dat we gewoon 500-600 kijkers hebben met echt FIFA content. Kijk, stel ik zou hier op Casino gaan streamen op YouTube. Jongens, 1000, 2, 3, 4, 5, 6.000 kijkers. Dat wordt ook wel gehaald. Alleen daar streef ik niet naar. Want ja, dat is niet voor mij niet de juiste weg. Casino op YouTube. Andere creators kiezen daar wel voor. Dat is helemaal prima. Dat is helemaal prima. Dat moeten ze zelf weten. Hoe vaak per week ga je naar de gym? Momenteel 6 keer per week. En ja man, wel lekker. Ja, 6 keer per week, 1 rustdag. Dus eigenlijk, even kijken. Oh, dim, mijn stream tiefde eruit. Hé, we zijn er weer man. Mijn stream tiefde eruit. Even kijken, wat wil ik zeggen. In 8 dagen tijd, 2 rustdagen. Dus ik doe 3 dagen trainen, 1 rustdag. 3 dagen trainen, 1 rustdag. Brett! Hey, dankjewel voor je 3, vriend. Kleine... Niet meer van mijn lijf af. Ik voel ook weer wat hype ontstaan man, met FIFA. Dat is raar dit. Tots komt er weer aan. Jongens, wat ga je naar mij toe komen? Zeker, Brett. Ik ga mijn best voor je doen. Ik heb gewoon ook weer een hype, man. Ze was over 2 weken blauw! Ja, lijp, gast. Heel veel zin in. Probeer 3 keer per week te sporten, vaak in de avond. Fabio, is wel vaak druk dan in de sportschool. Maar ja, soms kan je ook niet anders natuurlijk. Je kan de drukte niet altijd vermijden. Bro, wanneer slaap je als je 's nachts gymt? Als ik terug ben uit de gym 's nachts, slaap ik van gemiddeld van 3 uur 's nachts tot 11 uur in de ochtend. 8 uurtjes slaap, dus dat man. Volgens mij had hij nog wat meer, maar werkt dit even weg. En dan, dit kan trouwens wel naar de kwikcel. Zo bijzonder is het ook niet. Nee, zo bijzonder is het niet, toch? Wanneer begint TOS? Ja, er werd dus gezegd over 2 weken. Dat zou crazy zijn. Hij heeft dit ook nog. Die 10x83. Of heeft hij er nog meer? Hij heeft er nog meer staan. Oh mijn god, what the fuck? Hij heeft er nog meer. Oh, hij is maar doorgegaan, maat. Inform is meer waard. Oh, deze man is helemaal crazy, gast. Hij heeft moker veel staan. Ja, je ziet... Het levert wel hier en daar wat op, volgens mij. Ik zit juist vaak met werk overdag tot in de avond werken. En dan na werk heb ik vaak nog zin om te werken. Wat? Want na werk heb ik vaak nog zin om te werken? Maar, wojo, dus jij bent workaholic. Neem je dan pre-workout met cafeïne 's nachts? Ik neem vaak tussen 3-4 geen cafeïne meer in. Oh, jeetje. Ja, zeker. Ja, ik klap er zometeen gewoon nog een scoop in, hoor. Maar ik heb niet zo heel veel last van cafeïne, man. Als in... Zoals is 30.000 spaargeld op 21 slecht, bro. Is mokergoed, gast. Heel sterk. Nee, 30.000 spaargeld op je 21ste. Kijk, het is een beetje lastig natuurlijk. Want je bouwt ook vermogen op met een auto. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook nog een auto. Nou ja, zeg dat die 10.000 waard is. 20.000, 30.000. Ligt eraan wat voor auto je hebt. Ja, kan je dat dan, dat kan je natuurlijk niet bij je rekening zetten. Maar dat is wel waarde wat je hebt. Dus ik denk dat het... Je moet niet alleen naar je spaarrekening kijken, bro. Kijk, bijvoorbeeld, ik heb ook een hele dure PC. Kijk, ik gebruik hem dan ook wel. Maar stel ik wil mijn PC verkopen, kan ik hem nog steeds voor heel veel geld verkopen. Snap je? Ja, ik heb zeker een auto, ja. Tijdens Team of the Season weer vaker live per week. Dat denk ik wel, ja. Misschien wel elke dag, bro. Misschien wel weer elke dag.
Om te sporten. Heb je dus wel zin om te sporten of niet? Want je hoort vaak dat mensen na het werk geen zin meer hebben om te sporten. Een golf, man, bro. Ja, dat heeft dus te maken met de donogolf dat die vol gaat, jongens. Tot de 100. Team of the season. Oh, dit, Fredje. Dan komt er zo'n stream, ja. Hey, dankjewel, maat, voor het openen. Dylan Mulder, shout-out aan jou, bro. Super vet dat je dat allemaal klaar hebt gezet voor de stream. Super vet, super. Nou, tot die lekker EK-promo. Oh, dat is ook nog wel leuk, ja. Wow, yo, chat. Kijk dan, uit de 1 of 387. 1 april, Sebas. Maar hoe bedoel je 1 april? Hè? Oh, yo, deze man zegt 1 april. Brett, ja. Let's go. Ik ben er, man. Ik heb nooit zin na werk trainen, maar ga samen met een maat. Dus dat is wat chill. Dat helpt ook echt enorm. Als je samen gaat met iemand, kan je elkaar echt wel flink motiveren. Als de een wat minder zin heeft, dan zegt de ander, hey bro, kom, we gaan toch gewoon, we hebben toch afgesproken. Ja, dat helpt wel echt, man. Dat helpt wel echt. En golfrijders, nee bro, zijn juist de beste, man, bro, Loco. De beste. Zijn de Ramadan tunis mooi, ja? Oké, goeie, Youssef. BMW-rijders bedoel je? Zoals ik heb echt nooit echt dure kleding gekocht. Daarom spaar ik ook goed. Ja, dat is, bro, is het beste wat je hebt kunnen doen, man. Bro, kleding, dat draag je. Tuurlijk, je kan er ook wel wat dingen mee. Kijk, als je er gewoon heel goed uitziet qua kleding. Maar je hoeft niet per se er heel goed uit te zien met dure kleding. Dat hoeft niet. Kijk, mensen kunnen bijvoorbeeld Louis Vuitton heel hard vinden. En ik zag laatst bijvoorbeeld ook wat artiesten dan. Die hebben zo'n Louis Vuitton jacket. En dan denk ik, wow, dat is wel echt super dik. Ga kijken naar de prijs, bro. Gewoon doezoe 2, 3, 4 doezoe plus. Ja, maat, weet je wat het is? Dat is gewoon... Dat zijn gewoon meerdere maandsalarissen die daar op een jack knalt. Dan denk ik ook bij mezelf, ja... Ik kan ook verder een leuk jackie bij de Zara scoren die misschien ook niet iedereen heeft. Natuurlijk, bij de Zara heb je wel gewoon dingen die veel mensen hebben, maar... Ja, je kan je daar wel leuker kleden, man. Ik heb liever 10 cargo broeken dan 1 Louis Vuitton cargo broek, zeg je eerlijk. Zeg je eerlijk. Maar ja, weet je kan jezelf wel ooit een keer... Ik heb ook een Louis Vuitton riem. Kostte €500, maar dat vind ik een soort van... Dat is weer een soort van sieraad achter. Dat is accessoires, weet je wel. Dat vind ik dan wel weer tof. Want daar kan je dan wel weer onderscheiden met een... Bijvoorbeeld met een zakelijke broek. Als je een zakelijke meeting hebt en je hebt een mooie riem om. Ja, dat kan wel... Dat kan wel... Nee, bijvoorbeeld met een stropdas. Je kan ook een hele mooie, dure stropdas halen. Daily Paper is ook goed, zeker. Oh. Hij wilde niet opzij, helaas. Jezelf een keer verwennen mag toch zeker? En ik denk dat het ook heel belangrijk is. Alleen je hebt ook mensen die zichzelf alleen maar aan het verwennen zijn. die werken letterlijk voor hun merkkleding. En dat vind ik dan wel een soort van... Dat hoeft ook niet. Wat is dit? Scott. Ja, Daily Paper had lijpe sale. 4 shirts, €80. Kijk, dat is mooi, man. Dat is mooi. Goeie shit. Ja, ik vind bij Daily Paper hebben ze ook altijd wel weer wat van die aparte dingen. Aparte, nou niet lelijk, maar gewoon net wat anders dan de rest, weet je wel. Dus eens kijken. Oeh, we zijn matige packs. Hé, hey, dankjewel voor het openen, maat. Shout-out naar Brett, man. Rustig aan. Als je je teampje nog wilde, stuur even een screenshot van je team, man. Hebben we dan nog boys met... Ja, iedereen heeft zijn team ingestuurd. Oh mijn god, Thomas Pekt. Oeh, ze hebben dus ook weer van die pakken dingen. Kijk, chat, zoals dit. Ja, je kan het ook heel lelijk vinden, maar je kan het ook juist wel weer echt hard vinden. Wat is dit nou weer? Kijk.
Je kan zeggen, dit vind ik lelijk, maar je kan ook zeggen van, hé, ik vind het hard. Ligt er echt net aan. Snappen jullie? Ja, het is net... Het is anders dan anders. En tuurlijk, het kost 200 euro, maar... Als jij het vet vindt. Kijk, daar, dat zijn wel items waar je voor kan sparen. Een militair. Ja, kijk, een heel simpeltje, dit soort dingen. Ja, dit heeft elk merk natuurlijk. Kijk, zo'n shirtje. Gewoon een simpel basic shirtje. Ja, achterkant gewoon zwart. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet zo heel bijzonder. Alleen je hebt gewoon items ertussen zitten die echt wel dik zijn. En waar je dan echt wel iets meer voor betaalt. En dan... Nou, het is net hoeveel je om kleding geeft ook. Sommige dingen... Oeh, loco! Ik zie iets heel moois, man. Ik zie iets heel moois. Als alles goed verloopt, dan ga ik mijn eerste koophuis kopen dit jaar. Deze week voor de tweede keer een huis bezichten ging. Bro, gefeliciteerd, man. Dat jij hiermee bezig bent en dat je dat misschien gaat doen, man. Als alles goed loopt, dan ga ik mijn eerste koophuis kopen dit jaar. Dat is wel iets heel vets, man. Dat is wel echt iets heel vets. Dat is wel echt heel vet. Waarom stond porn... Wat? Bro, het stond niet open, man. Het stond niet open, bro. Dat doe ik alleen op mijn telefoon, bro. Grapje, chick. Alright. Ja, laten wij even kijken hoeveel shit we ze hebben staan. Zoals kan je me joinen over 10 minuten? Ja, laat even weten als iemand nog een ding heeft. Brooks. Aiken, pack is klaar. Sebas zet laatst even 033. Ik ga hem even typen in de chat. We gaan nu 11 hero packs klaarzetten. Tenminste, er staan er al een aantal klaar. En daarmee gaan we een heel team bouwen, man. En dan gaan we even een potje weekly mee spelen. Dat is wel leuk. Vind ik heel leuk. De tijd gaat langzaam. Eigenlijk wel chill. Heb ik nog tijd om dit allemaal te doen. En op... Kan het gewoon... Ja, top. Ik vind het top. Oh, ik word helemaal loco van die Brooks. Montclair, ja bro, ik heb ook al die vuilniszakjassen. Wat was, ja, dat zijn die jassen toch? Ja, dat is echt bro. Ik zou nog niet eens geld willen krijgen om het aan te trekken. En anderen die dragen het, ja. Dat is gewoon smaak toch? Dat is ook niet erg. Niet iedereen kan hetzelfde leuk vinden toch? Dat is alleen maar goed. Anders vielen we allemaal op hetzelfde meisje. Hadden we allemaal dezelfde kleding aan. Ja, dat gaat ook niet, weet je. Dus was je bij mij vergeten? Wat ben ik vergeten? Het is wel kut dat we nu die 84 raiders erbij moeten betrekken, man. Ja, misschien speel ik hem nog even off-stream, man. Misschien wel. Hey, Sven Felicia. Goedenavond trouwens, man. Zoals yo, maat. Goedenavond. Wie geht's? Waar kunnen we heel veel 84's in gooien? Hebben we iets waar we... Dat moet toch wel? Er is echt geen reet, bro. We hebben alles al voltooid. Oh, de... Ja, die 50 playpick, ik heb het allemaal gedaan, joh. Ze was echt een wijze guy aan het worden. Wat dan, bro? Wat bedoel je? What do you mean? Laat me deze gewoon sowieso even vol pompen, man. Let's go. Welke dubbel hadden we? Weet iemand dat nog? Ik word zo moe van dit elke keer. Die folder is altijd wel echt strijden hoor. Echt strijden. Rodri, Leon, Oblak, Kimmich. Rodri. Welke talen kan ik allemaal?
Eén taal kan ik niet zo goed, man. Betalen. Dat vind ik niet zo leuk. Hoeveel Europacks heb ik al? Kan niet kijken, ik heb dubbele staan. Dus ik moet zo even de dubbele helemaal wegwerken en dan kan ik het zien. Nou, dat kun je... Jij... Oh ja, het is love, man. Echt super tof. Nou, we hebben wel zo'n content, chat. 11 Europacks. Dus wij hebben er 4 nu of zo. Oblak. Renard. Je geeft goede adviezen. Hey, let's go, man. Ja, dat moet je altijd achteraf nog soms maar zien, hoor. Of dat goede adviezen zijn. Neuer, Magnan. Oh. Nou, in ieder geval, tof om te horen dat je gemotiveerd raakt van sommige dingen die ik zeg. Ah ja, dat is toch mooi. Is toch mooi. Trent Karachowi Trippier. Oké, man, even kijken. Dus ik had je donor gestuurd. 88 playbooks. Oh, die. Ah, top. Ja, ik ga kijken waar hij staat. I'm gonna look where you're standing between the berichtjes. Oeh, goede vraag. Ja, ik denk nog wel met die maandelijkse rewards, man. Die FIFA was wel echt goaded. Kasteels. Dat was wel echt een goaded FIFA, man. Ik weet niet eens hoeveel... Oh joh, dat halen we zelfs nog. Ik heb een beetje te hoog. Hoe laat ga je gym? Ik denk dat het een uurtje of 1 gaat worden. Er zijn er gewoon nog legit ook mensen in de gym, en dat is echt gek eigenlijk. Even kijken, wie kan ik weghalen? We hebben het te makkelijk gehaald namelijk, man. Hey, welke moderator accepteert dat berichtje, man? L-moderator, man. Uit. Welke ben je dan? Deze, denk ik. Oh ja, dit was hem, ja. Die Fit Birthday Frankie is echt goed. Oh, sick. Ja, toch, Piet? Dat vind ik ook, man. Ik vind het ook echt gezellig, man. Ook echt gesprekken en zo. Dat is altijd wel... Nee, maar weet je wat het is? De chat is gewoon de main ding. Een beetje die packs openen, dat is een beetje op de achtergrond. Dus dat is altijd wel leuk. Kijk, dan ben je echt een spel aan het spelen. Moet je daar je best voor doen. Ja, dan valt de chat automatisch een beetje weg, toch? Zoals, wat als je niet voor elke positie een speler krijgt? Ja, dan moet er iemand op goal. Dan moet er iemand op goal die niet keeper is. Of moet een spits op linksback of zo. Ja, man. Ja. En weet je wat het is? Je betaalt gewoon niet zo... Kijk, gaat er een keer een broek kapot? Dan is het ook niet heel erg, snap je? Oké, komt-ie. Oh, hij moet hem openen. Gooi hem open, bro. Daar gaat hij. Is niet Six? Oh, Ronaldo. En Tomori. Hij krijgt Ronaldo, chat. Hi, let's go, bro. Tomori is ook een zieke kaart. Hoi, yo. Man krijgt Ronaldo. Er zijn maar 2 keepers, volgens mij. Nou ja, hopen dat we die dan krijgen. Veel player picks?
Zal ik heel even snel die hero packs afmaken en daarna nog even wat packs van Icon, van kijkers? Icons? Ja, jullie zijn sowieso allemaal icons. Was een leuke SBC om te doen in de FIFA. Ik denk sowieso die player packs zijn wel nice. Kost alleen wel heel veel werk. Ja, natuurlijk, de icon packs en de hero packs zijn altijd het leukst, toch? Waarom begon ik met YouTube? Nou, dat is niet, dat heeft geen reden gehad, bro. Dat ging eigenlijk een soort van per ongeluk. Dus per ongeluk expres. Wat vind ik van de FIFA-markt nu? Ja, het is een beetje... Het is gewoon jammer dat deze FIFA vooral heel erg op untradables is gericht. Waardoor alle spelers die goed zijn heel erg duur zijn. Dat is gewoon jammer. Bijna niemand heeft coins. En als je coins hebt, dan moet je heel veel coins hebben voor een hele goede speler. Normaal met 2, 3 miljoen maat kon je echt lijpe dingen kopen, hè, nu? Niet. Hoe lang gym je al? 3 jaar. We zijn al 3 jaar lang aan het gymmen. En soms wat meer dan de andere keren, maar meestal wel meerdere keren in de week. Ja, allemaal base heroes. We gaan het zien, man. Weet iemand Sebastian PSN? Ja, ik typ hem in de chat. Wanneer trouw je? Ik weet niet of ik überhaupt ooit ga trouwen, bro. Dat weet je nooit. Oh, die Bomatti inform is al ziek. Dat weet je nooit van tevoren, hè? Sebas carry deze FIFA hard. Ja, besef, chat. Als ik niet live was met FIFA-content, besef wie er... Wie kijken jullie qua FIFA-content nog dan? Volgens mij niemand. Wie kan je checken? Koen. Doet Koen Weiland nog wat met FIFA? Volgens mij ook niet heel veel. Ik zie amper meer video's voorbij komen. Pasky. Ook minder. Brian Hessing. Ook bijna niet. Hoe heet die andere streamer ook alweer? Jente? Nee, hoe heet hij ook alweer? Jitse, ja. Die. Ja, ik weet niet of die ook nog überhaupt live is. Auzio. Run the Foot Market. Oké, Jitse. Oké, toch wel aardig wat mensen kijken ook nog wel daar. Brandende bal. Ah, dat is ook wel lof dat we die even terugzien in de chat. Bijna geen enkele YouTuber. Nee, daarom. Ik kijk Engelse YouTubers, ja. Mijn 1 april grap is mijn oma laten schrikken, maar toen viel ze van de trap en heeft ze 2 gekneusde ribben. Arme oma. Dani Visser, ja, die doet ook af en toe nog wel wat, ja. Missy Mark. Ja, die is ook wel weer bezig, hè. Ja, what the fuck, bro. Waarom duurt het weer zo lang? Maar op YouTube gaat niemand live. Ze gaan live op Twitch. Ja, dat is waar. Dat is waar. Royalistic, 1 weekje werd helemaal gesloopt door iedereen. Daarna nooit meer gezien. Hoe bedoel je? Met FIFA. Nee, Dani was niet best zaterdag. Nee, klopt. Jente doet dan nog wel packs van kijkers, maar ook niet live. Oh, kijk, nou, dat is ook nog wel een verschil. Ja, ik vind wel leuk dat jullie... Ja, jullie zijn natuurlijk nu sowieso allemaal erbij, maar... Kijk, video's. Uiteindelijk, video's heb je heel veel aan. Want dat wordt ook over een langere tijd bekeken. Maar ik vind live kijkers... Laat me zeggen, je bent iemand die live kijkt of je kijkt nooit live. Snap je wat ik bedoel? Op YouTube. En dat is wel leuk dat jullie dan allemaal gewoon in deze stream zijn of zo. Dat is altijd wel grappig. Hessing is zijn streamroom helemaal aan het verbouwen. Daarna weer live. Hessing ging weer 3 à 4 weken live als zijn zoon dan niet bij hem was. Oh zo, ja. Oké. Oké. Nou ja, een verbouwing kan soms tegenzitten. Het ligt er net aan hoe snel je alles geregeld krijgt. Ik heb Cruijff dubbel. Wat moet je doen? Even bij mij in mijn pack stoppen, bro. Stop hem even bij mij in mijn pack. Franse Le Cannoli, oké. Okay. Hoe ik die naam ook uitspreek, ik weet het niet, man. En dan hebben we er zometeen 11, man. Dat is vet. Hopelijk zit er wat in. Franse Le Cannoli, daar is die. Wat vond ik van de Eredivisie? Ja, vet, man. Nou, Dave, dat hoeft ook helemaal niet, jongen. Je hoeft helemaal niet te doneren. Nergens voor nodig. Tuurlijk, maar
Heel veel dingen zijn zonde van je geld. Bro, wat zeg je allemaal? Oké, dan hebben we nog even de laatste paar spelers om in te leveren. Wat moesten we... Oh, hier hebben we nog een inform. Hey, Bram is ook weer back. Gisteren Ginola gepakt, jezus. Hoeveel heb je er al? Ja, dat kan ik nog niet zien. Dan moet ik zo even kijken. Ja, hier gooi je gewoon even de lage zooi nog in. Ik zie meteen een kneus in de chat. Even kijken. Ga je nog op vakantie deze zomer? Ja, man. Misschien dat ik wel weer eventjes naar Curaçao ga, man. Ik vond Cura heel erg leuk. En toevallig zijn er ook bekenden van ons dan in die periode dat wij willen gaan op Cura. En dan gaan we gewoon weer even Cura checken, man. Ja, ik vind het ook wel leuk om naar een land te gaan. Ik wil eigenlijk 2 weken Cura en dan nog een week ergens anders. Dat zou mijn ideale vakantieplan zijn. Lekker man, Cura is de place bij. Ja, maar ik ben al wel 2 keer geweest. Maar ja, het is wel leuk man. Leuke mensen, gezelligheid. Cura Dice, exact. Maar nee, ik ben er al geweest. En ik ben altijd een beetje koppig. Dus dan als ik zeg tegen mezelf, ja, ik ben er al geweest, dan wil ik er niet meer heen. Snap je wat ik bedoel? Dus dan ga ik liever inderdaad naar Marokko, naar een, weet ik veel, een ander ziek land. Mexico, nou ja, Thailand en zo moet ik ook nog allemaal ontdekken. Want daar ben ik ook nog nooit geweest. Nieuwe plek ontdekken. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Hoe vet is het om later te zeggen van... Ja, ik heb gewoon de hele wereld gezien, man. En ik... Ja. Dat is toch vet. In plaats van... Ja, ik ging elke week naar dezelfde camping, bro. Als ik... Dat ga ik ook nooit laten doen. Als ik kinderen heb, ga ik nooit alleen maar naar dezelfde camping. Nooit. Dat lijkt me echt fucked up. Ik ben echt blij dat mijn ouders dat ook niet hebben gedaan. Kan leuk zijn, maar het kan ook echt fucked up zijn. Gio heeft bijvoorbeeld wel veel landen gezocht. Ja, maar ja, die heeft ook gelijk de combinatie met zijn content. Dus die heeft echt het ideale... voor de mensen die graag willen reizen, leeft hij de dream. De dream. Naar Malta. Boot in. Ja. En tuurlijk, snap, als je misschien niet heel veel geld hebt, kan je natuurlijk niet overal naartoe. Dus ja, dan ga je snel naar dezelfde camping, omdat het daar dan... Maar goed, ook daarin kan je ook nog wel... andere campings opzoeken en dat soort dingen. Dus ja, Gio is wel heel extreem met vakanties. Ja, het is wel ziek hoor. En hij heeft nu helemaal ook Lin natuurlijk, die er ook niet vies van is. La koeken en dan zijn we er volgens mij, jongens. Dan zijn we ready om te kijken hoeveel packs we hebben staan. La koeken. Of jij moet beginnen met vloggen. Maar weet je wat het is, bro? Er zijn wel heel veel mensen die dat altijd aan me vragen. Van, waarom doe je dat niet? Maar je gaat niet zomaar vloggen. Je moet, laat maar zeggen, al een soort van dagelijkse routine hebben. Met allemaal lijpe shit die je gaat doen. En dat kan je dan een beetje vloggen. Maar kijk. Welke livestreamer vlogt er nou? Bijna geen één. Niet op dagelijkse basis. Tuurlijk, als je een keer wat leuks gaat doen, kan je dat vloggen. Maar dat is bijna niet te doen, man. Jij wordt geen vader. Wie wil nou zo'n partner, bro? Je vuurt me gelijk? Ja, dan kijk, vakantievlogs. Dat is alweer iets heel anders natuurlijk. Want dan ga je iets doen en dan is dat leuk. Kijk hoor, hij wil nog niet naar de... Een 87-je erin. Halen we hem wel. Australië, kijk, sick. Die is... Haha, wie jongen. Spanje ben ik ook al wel. Ik ben in Juret geweest. Ik ben in Tossa de Mar geweest. Barcelona geweest. Dus ja, Spanje. Ik ben nog nooit in Italië geweest. Dus misschien ga ik dit jaar wel voor het eerst naar Italië. Sebastian heeft al chickie, man. Gaat ze je haar donkerblauw verven voor tot... Oh, je schetst me gewoon hier, ja. Je schetst me gewoon hier, ja.
Wat is je beste pack deze FIFA? Tot die Arnhem, man. Hoeveel packies hebben we nu? Harry, yo! Hoeveel kinderen wil je laten dan? Hé, hey, wat een vragen, man. Vragenvuurtje. Ik zou heel erg geblest zijn als ik überhaupt al een kind kan krijgen. Dus 1 is altijd natuurlijk fantastisch. En 2 zou heel mooi zijn. Zoals wanneer nou je haar weer blauw verven. Ja, we gaan even met Tots wat proberen, man. Alles goed, Tarik, tuurlijk met jou. Italië, Frans, Napels, Capri. Hé, maar even... Kijk, EA... begint te begrijpen dat door dit soort fucking menu's mensen stoppen met deze fucking game. Alsjeblieft, zet een stagiair. Al is het überhaupt iemand die jullie vanaf de straat afplukken die wat met ICT kan. Die kan dit zelfs nog fixen. Dus fix nou gewoon die shit, man. Wordt zo... Je kan niet eens SBC's maken, man, chat. Bro, dit weer 8 jaar. 8 jaar. Ongelooflijk. Ja, zet gewoon iemand op die dit kan fixen, bro. Besef, als een Fortnite, een Call of Duty dit heeft, bro. Die servers gaan er gewoon een week gelijk uit. Game opnieuw opstarten, ja, dat is elke keer het gezeik. Je kan ook wachten, maar game opstarten is zelfs nog sneller, ja. Legit, maar we wachten dit keer wel. We gaan gewoon kijken hoe lang dit duurt. Ook met content, dat komt om 8 uur. Komt van... Oh ja, dat klopt, ja. Is dat nu 8 uur? Ja, dat is 8 uur nu, ja. Ah ja, het is toch insane dat je elke keer moet wachten, maat. Stem op Sebas voor president van FIFA. Nee, van EA, hè. FIFA niet. FIFA is nog veel meer. Zo. Ga een keer naar Japan. Zo, dat lijkt me ook sick, ja. Come on. 7 uur nog steeds gewoon, want 6 p.m. UK time. Ja, maar wij zijn toch een uur vooruit gegaan? Of niet? Wij verschillen nu toch weer 2 uur met de UK, of niet? Nee? Bij ons 8 uur pas. Ik snap er niks van. Tijd in Londen. Oh nee, huh? Dat klopt inderdaad. Ja. Oh, fuck. Is het dan wel om 7 uur? Bij mij was het om 7 uur al. Ja, precies. Huh? Hé! Hey! We hebben er één. Hé, hey, degene die daten met een je moeder account bezig is, bro, stop gewoon met de moeite erin te steken, maat. Kom gewoon lekker gezellig met een normaal account in de chat en doe even gewoon normaal. Zie je jezelf nu al zitten, elke keer nieuw accountje maken? Voel je jezelf niet een beetje triest, bro? Bro, ik heb een vraagje. Heb je of gebruik je Revolut die bank app of zo? Want ik zie dat er veel voorbij komen. Let me know. Ja, bro. Ik ben fan van Revolut, oprecht. Samenwerken met Revolut, dat zou de ideale match zijn, bro. Ik gebruik echt bijna alleen maar Revolut. Ik heb zelfs een pasje aangevraagd. Ja, Revolut is een creditcardje. Ja, ik ben er heel blij mee dat ik dat heb. PayPal vond ik al chill, maar Revolut is nog een stap verder, bro. Nog een stap chiller. Ooit in Amerika geweest? Nee. Nee. Wil je nog sponsors? Ja, zo ja, wat dan? Revolut? Nee, ja. Die zou ik graag willen. Nee, als het maar bij me past, bro. Er zijn heel veel merken die ik heel vet vind. Dat ik met Doritos mocht samenwerken was ook super dik. Want ik had ook altijd Doritos. Ik vond Doritos lekker. Tuurlijk, het is chips, dus het is niet het allergezondste. Maar als je het kan levelen, dus niet elke dag een bakje chips, maar bijvoorbeeld in het weekend gewoon een zakje chips, is prima. Ja, we hebben natuurlijk sowieso ook Red Bull, waar ik ook weer een bestelling heb mogen plaatsen. Daar krijgen we Red Bull opgestuurd. Kijk, dat is dan niet betaald, maar daar ben ik ook heel blij mee. Want ik vind dat ook vet. Ook niet het gezondste natuurlijk.
Maar als je het allemaal kan matigen, is het leuk. Het zijn, snap je, het zijn merken die wel echt bij me passen. Ik eet chips, ik drink wel eens energiedrankjes en zo. Maar ja, iets met streamen, man. Elgato of zo lijkt me nog wel dik. Besef als je gewoon Elgato hebt. Oh, nog maar 3 chat. Huh? Oh nee, wacht. We kunnen er niet bij. We kunnen niet kijken. Ik schrok al. Ja, wat is tegenwoordig wel goed? Zelfs als je tegenwoordig water uit een plastic flesje drinkt, dan zeggen mensen al, je slikt plastic in. Ja, zo gaat dat. Zo gaat dat. Oh, Prince. En Rodri. Nou, die gaan we allebei even inruilen. Prince en Rodri, jongens. Crazy. Maar die doen bijvoorbeeld weer alleen op Twitch. Dus doordat we op YouTube streamen, is het wel lastiger om dat soort merken aan je te binden. Want de meeste van die merken, die koppelen zich aan Twitch streamers. Wat natuurlijk best wel apart is. Want waarom is Twitch... Oh. Wat is er anders aan, ja... Nee, maar ja, natuurlijk genoeg merken, man. Ik gebruik genoeg merken in mijn leven. Ja, hoe vet zou het zijn als je een samenwerking hebt met de Champions League of dat soort dingen. Dat je gewoon naar dat soort wedstrijden mag kijken. En ja, SoRare was dan ook heel vet. Het ligt nu wat op een lager pitje, maar ik heb nog steeds een SoRare-account. We zijn nog steeds bezig met teams inleveren, dus afgelopen weekend een goed weekend gedraaid. Beide thresholds binnen, dus dat is ook altijd nice. Kimmich inleveren. Jeetje, wat een strijd nog. Nou, we kunnen sowieso wel even... Kimmich. Even dat potje spelen. We gaan nog even bij mensen kijken. Hey Jarno, vriend! We hebben het net over SoRare en Jarno komt weer in de chat. Hoe is het ook weer mogelijk, hè? Hoe is het ook weer mogelijk met die gast? Zoals, ben je al een keer op windsport geweest? Vind dat altijd wel de leukste vakantie. Ja! Ja, het is nu alweer een tijdje geleden. Ik ging altijd met mijn vader... Hadden we een soort van mannenweekend. En dan gingen we met mijn broertje, mijn vader en mijn ooms en mijn neefjes skiën. Maar doordat er niet meer echt is van gekomen. Corona zat ertussen en daarna werd het niet meer echt gedaan. We moeten het wel eigenlijk wel weer gaan oppakken. En anders moet ik gewoon lekker zelf gaan, man. Dat is ook leuk. We kunnen weer even een SBC'tje voltooien met deze spelers. Alles goed, bro. Verre. Jazeker. Jazeker. Zometeen even naar de gym nog. We zijn lekker aan het chillen momenteel. 600 kijkers de hele tijd, wat echt lof is. Echt gezellig dat jullie er allemaal zo committed bij blijven. Want we gaan zo natuurlijk nog wat leuks doen. Zijn jouw ouders gescheiden? Jazeker. Al heel vroeg. Al heel vroeg. En dat is misschien ook wel goed geweest. Want ik zou me niet voor kunnen stellen als je bijvoorbeeld een jaar of 20 of 10 bent... Met je ouders gaan scheiden. Dan heb je dus tussen de 10 en de 20 jaar met je ouders samengeleefd. En gaan ze ineens uit elkaar. Ja, dat is raar. Maar ja, ik heb er weinig van meegemaakt. Ik heb wel natuurlijk wel wat herinneringen eraan. Dat we bijvoorbeeld moesten verhuizen en dat soort dingen. Maar kijk, echt van ruzies. Ja, als kleinkind merk je dat. Ja, natuurlijk, je merkt het wel. Je neemt het misschien wel onbewust mee. Maar het is niet dat ik weet van, oh, dit heeft mijn vader toen tegen mijn moeder gezegd. Of dit heeft mijn moeder toen tegen mijn vader gezegd. Nee. En ze kunnen nu heel goed met elkaar... Dus er is ook nu verder geen beef of zo. Dus dat is wel super chill. En dat gun ik eigenlijk ook iedereen toe met gescheiden ouders. Want dat neemt een heleboel stress weg. En ja, hebben jouw ouders wel ruzie? Ja, dat is wel echt vervelend, man. Dat is wel echt vervelend. Dat is niet nice. Had je verwacht het Ajax... Ja, het finale Ajax-PSV, hè? En dan is het één van de twee, dus ja. Waar ging je op wintersport? Sant Kallenkier heette dat. Zag laatst een vriendinnetje van mij ook. Die ken ik vanuit Spanje. Die was daar ook ineens aan het skiën. Dat was wel leuk. Ik heb daar eigenlijk... Daar skiën heel weinig mensen. Je hebt best wel wat van die grote plekken waar veel mensen heen gaan. Maar ineens zag ik haar. Zag ik daar. Dat ik dacht... Oh ja, nou ja, kan natuurlijk ook. Maar... Om de hoeveel tijd ga je naar de ander? Hoe bedoel je? Ik niet, man. Ik ben nu volwassen. Dus ik mag dat lekker zelf bepalen. Als ik langs mijn vader wil, ga ik langs mijn vader. Je merkt natuurlijk wel dat het afneemt. Je gaat wel minder vaak langs je vader. Omdat je dan bijvoorbeeld in een weekend feestjes hebt en dat soort dingen.
Goldenkirchen ken ik wel, Oostenrijk, aan het begin toch? Hey, kijk. Dit gaan we gewoon inleveren. Zal wel goed zijn. Dus, nee, ja, kijk, nu ga je vooral gewoon langs. Ik ga wel eens, als ik in de buurt bij Utrecht voetbal, dan rij ik even langs mijn pa. Laatst was ik bijvoorbeeld bij zijn werk even langs gegaan. Dat zijn gewoon van die dingen die je dan gewoon af en toe doet. Maar echt, echt een weekend, om het weekend of zo, dat, nee, dat hoeft ook niet. Je hebt ook werk. Je wordt ouder, weet je wel, dus... Je bent nu volwassen. Kijk, ik denk als je een beetje 16, 17 wordt, komt op het moment dat je niet meer echt vast afspreekt. Ik ga elk weekend naar mijn vader of zo. Dat verandert dan heel snel. Ja, ja, ik woon gewoon bij mijn moeder. Zeker, ja. Zeker. Al mijn hele leven, hè. Bij mijn mamsie. Bij de moesmoes. Dus, ik ben erg dankbaar dat mijn ouders niet gescheiden zijn. Ja, ja, het heeft ook voordelen, bro. Je krijgt meerdere cadeautjes op je verjaardag. Je krijgt een cadeautje van je vader en een cadeautje van je moeder. Nee, maar nee. Ik krijg zelfs nu nog steeds cadeautjes van hun samen. Dus dat is het ook niet echt, eigenlijk. Moes, moes. Moes, moes. Als in moeder, moes. Hey, net terug van de gym. Morgen werken. Hoppa. Ja, we moeten weer aan de bak, hè. Met kerst twee cadeautjes. Ja, dat zijn wel grappige dingen altijd, ja. Hier zat niet heel veel soeps in. Parejo Thiago Zico. Even kijken of we er klaar bij staan, jongens. Moes, moes. Heb je dat nog nooit gebruikt, moes? Oké, grappig. Waren mijn ouders nog maar zo goed met elkaar? Ja, dat zijn unieke situaties, bro. Je hebt ook echt inderdaad dat het niet zo is. En als dat zo bij jou is dat echt niet leuk, man. Ik spreek mijn vader al 10 jaar niet, bro. Gek, hoor. Ja, dat komt omdat... Ja, je hebt dat zelf... Als je dat niet meemaakt, dan... Kijk, je zou zeggen... Ah, joh, bro. Je kan toch gewoon je vader spreken? Hey, soms komt het vanuit je vader... Soms komt het vanuit jezelf. Het heeft allemaal redenen, weet je. Dus als buitenstaander kan je er ook zo moeilijk op ja, reageren eigenlijk. Het is gewoon een situatie apart. Ook al 19 jaar niet. Jeus. Is die melk gaan halen of wat? Nee, grapje. Ja. Nou, ook leuk om te zien dat jullie ook wat verhalen delen. Dan ben ik dus niet alleen met of gescheiden ouders of iets in die trend. Moes, moes. Bro, we hebben gewoon moes, moes, man. Mijn moes. Oh, als je dat niet gebruikt, bro. Moes, moes. Moes. Met iedereen toch wel les. Moes. Twee vaders kan ook, twee moeders kan ook. Hoor je ook wel steeds vaker, man. Dat hoor je ook wel echt steeds vaker. Even kijken hoeveel we er hebben nu. Appelmoes. Nee, niet die moes. Ik zie heel vaak de vraag vriendin, vriendin, vriendin. Nee, maar ik heb geen vriendin, jongens. Ja, ik kan er dus nog steeds niet bij. We hebben er wel een aantal staan, zie ik. Alleen ik moet deze zooi even openen. Anders kunnen we die niet bie. Dus kennen we die niet bie. Eerlijk, Sebas, hoe vaak je nu zelf zegt hoe raar dat klinkt. Moes, moes. Nee. Moes. Ik vind het gewoon nog steeds normaal, hoor. Dat was mijn beste vriendin, man. Moes, moes. Bro, wat is daar raar aan? Moes, moes. Oké, nu zien we eens even allemaal hoeveel we er hebben staan. Heb je een vriend? Ik heb heel veel vrienden, maar niet een relatievriend, nee. Ik doe alleen relaties met vrouwen, man. Ja, dat moet gezegd worden, man. We hebben hem, Hoylund. Chocomoes. Nee, gewoon moes! Moes, moes!
Alright, even kijken. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. Acht hebben we er nog drie, jongens. Nog drie en dan hebben we hem. Hé, Manon. Manoni in de chat. Oké, okay, let's go. Nog drie, zei ik, hè? Hoe gaat je kut, maatje? Ja, goed, we zijn aan het afvallen, dus... dat is mooi. Kracht blijft hoog. Dus dat is ook top. Dat weet ik nu nog vasthouden. Ik blijf gewoon ook creatine elke ochtend nemen. En dan ja, hoop ik dat het niet in één keer in elkaar klapt. Dat je ineens niet meer 100 kilo kan bankdrukken. Want ik heb hem nu al twee keer... mijn PR was 100 kilo en ik drukte hem laatst gewoon twee keer. Helemaal lokko. Zoals, hebben jouw ouders je geholpen in je YouTube-carrière? Nou, ik kan gewoon heel trots op zeggen nee. Dat heb ik helemaal zelf gedaan, man. En natuurlijk wel eens met vragen over belasting of zo, weet je wel. Zij zijn ouders, zij hebben al vaker dat... mijn moeder heeft bijvoorbeeld een eigen zaak gehad. Nou ja, dan moet je dus ook belasting aangeven en dat soort dingen. Dus daar heb ik wel eens dingen aan gevraagd. Dus op dat vlak wel, maar niet echt geholpen als in... nee, man. Hoe oud was ik toen ik begon? Ik was ook al best wel... Ik was niet 14 of zo, hè. Ja, dan kan, ja, ik moet die ouders wel een beetje helpen. Ik train 5 keer per week. Hoor, dit beast mode, hè. Ik hoor het al. Oké, okay, dat was... volgende pakket. Nummer 9. Nog 2, jongens. Nog 2. Eindelijk iemand in de chat die zegt, mijn sikje staat goed, man. Er zijn gewoon mensen die zeggen, er zit wat op je kin en zo, man. Ik word gepest. Ziet de Belastingdienst je YouTube als bedrijf? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, flink ook, bro. Lakken moeten we. Fuck jullie, man. Thanks, Mano. Nee, ja, bro, al verkoop je een schoenveters, dan moet je al belasting betalen. Het maakt echt geen reet uit wat je doet. Want ja, ik krijg ook gewoon klussen van bedrijven, snap je? Hoeveel moet je lappen dan ongeveer, maatje? Ja, dat is elke maand anders, toch? Dat kan je van tevoren niet zeggen. Nog één. Als de belasting niet bestond, waren we allemaal miljonair. Nou... kwamen we in ieder geval een stukje dichter in de buurt, ja. On my way to Malta, boys. Waarom benzine hoog? Wat bedoel je? Ja, maar het loopt zo vanaf beneden zo hier omhoog. Zo. Dat klopt inderdaad, ja. Goed gezien. Belastingaangifte al gedaan? Nee. Tenminste, dit ligt aan welke je bedoelt. Inkomsten of... die andere heb ik wel gedaan. Even kijken, dit was... Nou, ik doe echt maar wat qua ratings. Wat is mijn gymschema? Ik train schouders, benen... Ja, schouders, benen. Rug, bicep. Borst, tricep. En dan een rustdag. En ik probeer de aankomende week ook wat cardio erbij te gaan pakken. Eerste week gewoon... verwennen aan het ritme. En daarna ook nog wat cardio erbij gooien. En dat hoeft helemaal niet lang te zijn. Dan ga je een kwartiertje op de loopband staan met de hoogste helling. Kan al een gekke cheat zijn. Het gaat gewoon even dat je dus een half uurtje fiets, kwartiertje hard loopt of wat dan ook. En dat elke dag. Hoe lang zit je meestal in de sportschool? Meestal een uur en een kwartier, anderhalf uur, zoiets. Ligt ook aan hoe snel ik train, hoor. Maar meestal wel een anderhalf uur wel. Anderhalf uur red ik vaak wel. Ja. Nou, vanavond kunnen jullie checken via Snap.
Dit is de Snapchat code chat. Kunnen jullie mijn workout zien als je geïnteresseerd bent en benieuwd bent wat ik allemaal train. Vanavond train ik rug bicep. Dus gaan we even die rug flink oppompen. Mag ik pompen? Het is 3 uur kick. Oh, die Bram is ook wel een ventje, jongen. Voeg mij terug op Snap. Wat is je Snap? Ja, Sven, jij wil ook wel voegen, hoor. Maar dat moet ik niet te hard zeggen, want anders gaat iedereen zeggen, voeg me toe. Oké, laatste SBC chat. Laten we even wat 85's erin pleuren. Streek beginnen. Crazy. Dat is wel een gekke openingszin. Mag ik je snap? Kunnen we een streek beginnen? Oh ja. Of was dit dus je openingszin, Manon, of wat? Chat, we gaan openen! We gaan even het team leegmaken. We gaan even deze kaarten erin pleuren, man. Nee hoor. Was, je gaat Lucio pakken. Zo. Hey, die lijpe Lucio, man. Oh, die wil ik inderdaad. Oké, tja, daar gaan we, man. Hoeveel hebben we er? We gaan even tellen. Moesmoes. Hé, hey, we hebben Moesmoes in de chat, man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Let's go, chat. We gaan even die ding leegmaken. Zo nog live op Kick? Nee, ik ga zo de gym in. Morgen zijn we er weer. Op Kick. U heeft Sebastian Jong gevoegd op Snap. Gaan we, hero. Hero. Oh. Hero. Hero. Oké, dan gaan we. De eerste speler. Wie gaat het zijn, chat? Een volledig team vullen met heroes. Hoe gaat dat team eruit zien? We gaan het nu checken, man. Zo, Lucio zag echt staan. Man United, het gaat goed, jongen. Met jou. Gaat-ie. De eerste... Is het iets zieks? Is het een base? Is het iets lijps? Hey, Duitse sentiment. Wie gaat het zijn? Oké, we beginnen gelijk met Kessler. Hoppa, goed begin. Goed begin. Die hadden we al, maar die gaan we natuurlijk dan wel gewoon inzetten. En dan gooien we even aan die SBC. Alright, let's go, Kessler. Dit is niet echt een dubbele, want we hadden haar nog niet gepakt in deze serie. Wow, hoe schrijf ik dat, man? Dat kan ook. Oké, de eerste is een feit. Cashier. Hoe heet het? Cashier. Cash. Hoor je ook? Ja, gekke fut. Ut. Hoe ga ik haar ooit vinden? Oh, hier. 90 rated. Waarom zie ik haar niet? Oh, ik moet er nog op staan. Dankjewel, Manon. Ben je wakker? Nee, ben niet wakker. Oh, wat bedoel je? Man met Bibi. Ik had een mail gekregen dat mijn inkomsten op YouTube stop zijn gezet. Omdat ik documenten moet aanleveren. Daardoor zijn momenteel de leden op stop gezet. Die worden weer hervat als ik dat document heb aangeleverd. Wat ik al gedaan heb. Maar dat duurt 1 tot 3 werkdagen, dus vandaar. Wanneer WikiLeaks? We gaan er zo een potje spelen. Grote kans dat daarom dat koppelen op YouTube ook niet werkte. Maar het is... Ja, oh zo. En ja, misschien. Zou kunnen. Denk het niet hoor, Manon, maar... Kans is daar wel. Oké, de eerste. De eerste speler is daar. Wie wordt de speelster, moet ik zeggen. De tweede.
Wat is je Snapchat, Sebas? Mijn naam, mijn Snapchat naam, mijn gebruikersnaam is Sebas, het laagstreepje 033, man. Hebben we alweer wat legendes die... we hebben zeker weer wat mensen die gevoegd hebben. Dank jullie wel, strijders. Volgende! Een normale hero, dat is wel kut. Keeper! We hebben een keeperchat! Dit is gewoon een dikke W. Dit boeit letterlijk niet. We hebben een keeperchat. We hebben een keeper. Lekker! We hebben een keeper. Pak je ook wel eens rug en triceps. Ja, ik heb dat een tijdje geprobeerd, maar ik weet niet. Ik vond het toch... Je bent dan toch met je biceps bezig. Maar ja, je hebt wel meer energie in je triceps dan dus op zich. Hey, lekker man. We hebben hem. We got him. We hebben een keeperchat. Ik dacht, hoezo is mijn naam niet meer... Ja, groen natuurlijk dan. Maar nee, ik heb meestal gewoon echt wel rugbicep, chest tricep. Ja. Gaat-ie! Weer normale, wie is dit? Spanje! Spits! Ai, 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 ai. Morientes is niet eens een super slechte. Morientes. Laten we ze gewoon de hele tijd allemaal openen. In plaats van elke keer in het team zetten. De volgende. Hé, het is weer een speciale. Hé, we hebben een back. Dat is wel chill. We hebben een back. Oké, daar hebben we hem. Reese. En we hebben een spit. Oké, elke linie hebben we er nu één gepakt. Dus we lopen op schema. Let's go. We are loping ons schema. Voelt een beetje als Plinko. Komt ie aan. Ja, let's go. Oké, we hebben weer een spit daarbij. Berbatov. Oké, nice. Dan hebben we de spitsposities eigenlijk al bezet. Linksmiddens, rechtsmiddens moeten we nu hebben. Centrale verdedigers. Ja, weer één, come on. Oei, rechtsmidden. McNamara nap. Oké. Dat is nice. Ik zei Berbatov precies op dezelfde manier. Slakkenvoorhoede wordt dat. Nou, wat dacht je dan? Als ze ons een keer zouden gunnen. Hier, Berbatov. Hier, McNamara. Dit is het tot nu toe, chat. We hebben er 6 geopend. En tot nu toe nog geen dubbele en geen dezelfde posities. Als in dat we niet meer die positie moeten hebben. Come on! België? Centerback Company! Hey! Oké. Dat is niet slecht. Dat is zeker niet slecht. Company, man. We hebben zelfs een centerback. Dat is wel chill. Die heb ik dus al dubbel, oké. Hi. Welke company is gebruikt? Geen één. Oh. Deze hadden we nog niet, maar ik had hem al wel in mijn club. Dus vandaar dat ik hem dubbel heb. Oké, dat is company. Let's go. De centerback hebben we ook. Oh, ik moet hem eerst opslaan. Je hebt echt te veel in je club. Ja, echt niet normaal, maat. Oké, dat is dat. En nu dan? 700 kijkers, welkom allemaal. Strijders. Deze. Oh shit, waarom open ik deze nou eigenlijk? Nou, informeel heb ik even geen zin in. Dag. Oké. Nou, nog eentje die we kunnen gebruiken dan. Boom.
Oh, weer een normale. Italië. Nee. Spits. Vialli. Oh, Dinatelli. Dat is wel een goeie, man. Dat kunnen we wel gebruiken. Kan er daarvan ook eentje op de zijkant? Deze heb ik ook al. Kun je die Natale ook heel even snel inleveren? Anders kan ik ook niet verder. Kan op LW. Kijk, dat is inderdaad wel, dat is wel een W dan. Oké. Okay. Toch wel leuke spelers tot nu toe. Ja, zeker. Ja, niet verkeerd. Met die Natale kan je nog steeds koud maken. Ja, en hoe? Je hebt gewoon alles al. What the fuck? Ja, eigenlijk te bizar, hè? 4-2-4. Incoming. Oké, okay, let's go. Volgende. Het zou heel ziek zijn als elk positietje bedekt gaat worden. Ingevuld. Oké, okay, hoeveel hebben we er nog? Nog 3, chat. Daar gaat hij. Oh, nee, weer een normale. En nu, Brazilië. CVM, hoor. Dit is ook een goeie, man. Dit is ook gewoon een goeie. Volgens mij hebben we alleen nog een rechtsachter en een centerback nodig of zo. Oh, die heb ik ook al. Oh, yo, chat. Oh, yo. Hij kan geen center meer. Ja, dat is wel echt kut, man. Dat is wel echt... Oh, scheisse. Oh, nou ja, kunnen we wel oplossen nu, op dit moment. Oh nee, denk het niet trouwens. Nog 2. Nog 2, chat. Kom op. Oké. Wie is dit? Costa. Oké. Rui. Oh, die heb ik ook al, bro. Wat gebeurt hier, gast? Nog geen enkele fantasy, nee, zieke. Nog geen enkele fantasy hero. Ja, dat is wel zuur, man. Ik zet hem op center mid. Ramirez, oké, goeie. Laatste chat. Krijgen we nog een rechtsback of niet? Scott. We need Scott. Oh, fantasy. We moeten er nog geen maken, man. We krijgen Costa fantasy. We moeten er nog geen maken. Shit. We moeten er eentje bij maken. Die heb ik ook al. Bro, ik heb letterlijk alles al wat. Ze hadden beest eruit moeten laten. Ja, denk het ook, man. Denk het ook. Je hebt echt alles. Ja, ziek, hè? Kan niet wat spelers doorsturen. Goed. Heel even focus. Meer kaarten dan Castro. We hebben dus nu momenteel eigenlijk deze opzet. Wat op zich nog niet eens super slecht is.
What the fuck? Hij kan niet op... Oh, wat? Shit, dan moet ik nog opslaan. Ja, we moeten er eentje bij maken, want we hebben nu 2 keer Costa. En dat kan niet in een team, dus we moeten er eentje bij maken. Wat ga je met dit team doen? Even een potje spelen, man. Bro, ga je nu weer dit doen? Nou, nu moet ik hem even... Je had er toch nog 1? Nee, dan pakten we dus Costa. We pakten 2 keer Costa nog. Donorbalken, jongens. 59% als voor Donorbalk 79. Wat gaat hij weer lekker, hoor. Wat gaan we nog doen? We gaan even nog naar packs naar kijkers. Van kijkers. We gaan even de laatste hero pack doen. En we gaan eventjes een potje spelen. En dan zit de stream erop. Dan ga ik lekker naar de gym. Ja, is goed, man. Ik ga zo de parties joinen, jongens. Moesmoes, doe maar een bot, man. Doe maar een bot. Ja, daar is hij. Top. Oké, en dan moeten we er nog even eentje in elkaar flansen, jongens. Dat moet te doen zijn. Kan hij op center mid? Zeiden jullie dat? Die zeiden dat hij dat kon. Ja, oh, dat is wel top. Hé, team is wel lijp dan, man. Alleen deze is even een beetje fucked up qua positie, maar voor de rest valt mee. Nou, nog 1 zo'n hero ding in elkaar flansen en dan hopen dat we een speler krijgen, anders moeten we er nog 1 doen. Zo even een pre-workoutje. Jazeker, maat. Nieuwe smaak bij Yes Nutrition. Mango Peach. Ik mocht hem als eerste testen, man. Crazy. Hij is lekker. Oh mijn god. Staat nog niet eens op de site. Kom binnenkort. Even kijken. Mag het zo niet kunnen slapen? Tuurlijk wel, bro. Natuurlijk wel. Ik heb er niet zoveel last van. Bij geen enkele... Het was Pasen, man, Joey. Ik had het een beetje druk. Oké. Nou. Let him cook. We zijn bijna klaar. Mag ik jouw account? Ja, ik zal het wachtwoord na deze stream even sturen. Ai, nog 1 team. Ik verwacht een review van de pre op Snap. Had ik er al op gegooid, man. Stond er al op. Woody's Game Room. Wil je de Discord hebben? Kan ik het even het linkje in de chat gooien als je wil. Of een van de moderators die er nu nog bij is. Oh, de Discord wordt er gegooid. Doen die linkjes het? Een van die 2 linkjes moeten doen. Waarom is Keaton? Oké, let's go. Sebas vertrouwde bots niet meer. Nou ja, gooit gekke dingen. Oké, dit halen we. Dit halen we ook, dat is mooi. Ga je mee, Brommers Kitten? Rondje rien, rondje witten. Oké, volgende hero pack is ook af. Oké, let's go. Nou... Oh, wat een dubbele. De kans is natuurlijk wel aanwezig. Alleen hij of zij moet nog niet in het team staan. Daar gaat hij! De laatste! De laatste! Hé! Hey, dit is ziek! Rechtsachter! Ik zei het nog, we willen Scott en we krijgen er. Oh, dit team is gewoon mokerlijp, gast. Het team is gewoon echt wel goed. Het team is echt wel goed. Hoi, oh, yo, de enige plek die we nog nodig hadden, chat.
En die pakken we. Jawel. Heerlijk hoor. Nou, laten we even wat de beste heroes die we hebben er even op de bank gooien. Gewoon voor de fun. Die gaan we natuurlijk niet gebruiken, maar... Morsgrano. Oké. Hebben we hier nog een hero van? Morientes staat er al in, dus die kunnen we niet gebruiken. Even kijken hoor. Wat hebben we nog meer qua heroes? Standaard hero. Hebben we daar nog een... Oh, dit kan. Je hebt nog een hero pack. Nee, toch? Heb ik er twee? Volgens mij heb je er nog één. Wat? Hoe dan? Colazo hero. Berbatov. Crazy. Oh, die hebben we natuurlijk al. Dat is kut. Dat zei ik net al. Huh, dus ik had hem helemaal niet hoeven maken, dus. Ik heb echt alle spelers in FIFA. Huh? Heb ik er nog één? Dat is raar. Kan bijna niet eens. 1 april. Boah, als ze die op me gooien, maat. Ah, wat een liefde. Robben met een 10 euro. Skeske. Yo, maatje. Wil je even mijn team checken in jouw Insta DM? Is van Robben liggend streepje VDD. Kan je mijn puskas aanschouwen? De donorbal komt 69! Gezien ik Belg ben. Besef dat ik dat dit een Road to G, Road to Glory is, aangezien je een Belg bent. Oeh, ik ben gewoon letterlijk in een 1 april trap gegrapt. Getrapt. Wat heb ik nou zojuist gedaan? Oh, ik heb die ene Scott er nog ingegooid, toch? Huh? Moet ik openen? Oh, ik ben even helemaal... Chat ermee helemaal. Hey, dankjewel voor je 10 euro, Robben. Yo, maatje, wil je even mijn team checken in jouw Insta DM? Ja, zeker wil ik dat doen. Is van Robben VV... Of VDV... Oké, ik ga kijken. Dankjewel voor je 10, man, gast. Wauw. Oh ja, hier is ze. Even kijken. Lig nou niet zo te zeiken. Is dit de goede, Robben? Ja. Oké. Dit is zijn team. Wat vinden we hiervan? Puskas, Werner. Gek. Puskas is met 50 en Felix, Gullit. Oh mijn god. Zidane, best. En dit is een Road to Gloria chat. Besef die. Matthijs de Ligt, Company. Oh ja, die Company is ook vet, gast. Ja, die Puskas. Ik moet even kijken. Kan ik dat ook doen? Want ik wil die Puskas eigenlijk ook zo doen, hoe jij het nu hebt gedaan. Maar waarom heb ik geen FUT Champions chat? Hoe kan ik geen FUT Champions ding hebben? Hé, hey, dit zijn de upjes. Oh, lachen. Wel dik. Oh, hij wordt nog echt best wel bruikbaar ook bijna. Nice. Hier komen echt wat monsterkaarten uit. 90 rated, bro. Gek. Ja, ik had er één staan, maar dat is verlopen dan of zo. Ik niet weten, man, chat. Ik niet weten. Doelstellingen. Nee, die is lijp. Maar niet origineel. Mid-team. Ik vind het wel een ziek team. Ik heb die Iqbal gedaan in de spits van... in de spits. En in die spits Sam Lammers. Wow, vet! Kijk, Ivo Nadina shooting. Ja, die is ook ziek, ja. Wat is dat dan? Wel krijg ik... Oh, deze, ja. Oh, joh. Ik krijg gewoon 99 schieten, chat. What the fuck. Heel ziek. Ja, die Rodrigo dus ook. Heel ziek. 2 miljoen heb je een betere Puskas. Red Evil krijg je de weekend niet te spelen. Ja, maar kijk. Ik heb dat dus al gedaan, man. Kijk, kijk, ik had hier al eentje verdiend. Oh nee, hè? Huh? Oh nee, jullie hebben wel gelijk, man. Oké, nee, dan kan ik nog geen één. Dus ik moet even deze halen. Oké, ik moet 10 potten winnen en dan kan ik dat dus doen. Oké, sick. Hi. Nou, even snel een potje spelen en dan gaan we even naar de packies. Dit wordt het team chat. Hier gaan we mee spelen.
Hier gaan we mee spelen, dit wordt hem. Is goed, Dave. Rustig aan, vriend. Slaap lekker. Nog 9 uurtjes. Dus 9 uur morgenochtend, denk ik. Oké, okay, ja. Ik denk dat we hem ook gewoon zo gaan spelen, letterlijk, man. 80 verdedigen, 47. Oeh, dat wordt wel heel taai. Niet alle posities, dus geen 100 euro. Oh, dat zei jij? Had jij dat gezegd? Wat een stouterd, man. Wat een stouterd. Oh, dat had ik helemaal niet meegekregen. Als je dat gezegd, ja. Je chemistry, wat is ermee? Ja, dat is prima, toch? Moet ik alleen even deze op... Stond op 30. Oh, ik ga zo kijken. Ja, laten we gewoon lekker mee aanvallen doen, toch? Doen we deze op achterblijven. Op rand 16. Wel dekking midden. Deze ook dekking midden. En dan doen we deze even. Terugkomen bij verdedigen, ja. Ah, boy, we zien het wel, chat. We zien het wel. Oh, die Ramirez klopt inderdaad niet. Klopt inderdaad. Oké, let's go. We gaan het zien, chat. Zullen ze nog zin hebben naar de gym dat ik hem even afmaak, toch? Oké. Gaat ie. Oh, dat! Het is niet een heel goed team. Het is niet een heel goed team. Ga er lekker vandoor. Hou doe Robin. Even kijken. Jarno. Jojo, rustig aan. Je gaat je irriteren aan die spitsen. Ja, zou het zo? Ga het meemaken, man. Ik ben zeer benieuwd. Ik weet letterlijk niet eens qua benen en zo hoe dat zit. Hé, daar hebben we de McDonald's, man. Bro, wat gebeurt hier überhaupt al? Oké, opening en die dingen daar. O, jammer. Die Dinatale is redelijk. Dinatale is gewoon inderdaad decent. Kom op, met dit team moeten we winnen, man. Oh. Rice zat een beetje mis. Zo, Rice is echt de slechtste linksback die ik ooit heb gehad, man. Oh, Dujek, wat een monster, hè. Gaat hij, hoor. Oh, er zit Bentancur tussen. Oh, nee. Oh, nee. Oh, Dujek met een zieke redding. Dujek met een zieke redding. Dit had een goaltje moeten zijn, man. Nou, gas. Godver, ik ben hem alweer kwijt. Kutzooi. I know. Oh! Ah, hij gaat gewoon pauze klikken ook. Ik wil bijna mijn hele wissels erin knallen, man. Oh, wat, oh nee, deze had je erin moeten koppen, vriend. Tryhard modus aan. Gelijk, gelijk. Bro, wat is dit voor paas? Alleen Bruno kan dit, man. Gaat hem er weer overheen geven. Ook
laat me ook weer echt ziek makkelijk lokken ook gewoon. Bro, wat? Bij 1-1 gaat hij weg, bro. Dan schiet ik hem echt in zijn linkerteen. Joey, wil je een beetje stoppen met zeuren? Doe mijn best, ja. Joey heeft een kleine handicap. En dat is helemaal niet erg. Alleen Joey is heel vaak een beetje negatief. Dus als ik de chat niet lees, dan laat hij dat gelijk weten. Oh mijn god, niks gaat er ook weer in, hè. Wat? Oh mijn god. Het was niet eens omdat ik slecht speel, hè, maar ik mis gewoon letterlijk... Mijn verdediging is te slow. En ik mis voorin gewoon kansen. Oh mijn god. Maar zijn team is op zich ook niet mega goed. Kijk dan, hier loopt hij alweer achter de verdediger. Hoe dan? Hoe kan... Bro, alles... Elk schot vliegt er ook in. Elk schot vliegt er ook in. Hallo, het is gewoon een overtreding. Wordt ook weer niet voor gefloten. Oh, ik mag niet eens draaien of ik word alweer aangepakt. Bro, wat heb je paasje? Ik speel met een hero team voor de mensen die het niet hebben meegekregen. We hebben net 11 hero packs geopend en van dat team zijn we nu aan het spelen. Maar die Danjuma is me echt volledig aan het slopen. Yo, dokter, hoe is het, vriend? We gaan lekker zijn tijd voor het... We moeten gewoon een goaltje maken, chat. Deze man wordt echt woest. Die zegt, oh bro, ik sta 4-0 voor. Waarom lief je niet, bro? Oh, comeback komt gewoon nog, hoor, chat. Alleen letterlijk elk schot zoals dit gaat er gewoon niet in. Bro! Oké, ik ga... Chat, of dat jullie... Ik sta 4-0 achter, dus ik mag wel iets van verbeteringen erin zetten, toch? Oh mijn god, wie was dat? Magnamenamenap? What the fuck, gast? Jeetje, wat was dat slecht. Heb je wel een keeper? Ja, man. Doe Jack. Boah, dat was een 100% goal. Zelfs die keeper stapte nog opzij. Hero Pack team, ja man. Oh mijn god, er mag letterlijk... Oh mijn god! Hebben jullie ooit zoveel kansen gezien in een game? Die er niet in gingen? Kan je nog genieten van het spel? Nee, daarom spelen we nu ook met een hero team, man.
Zeker een leuk idee, Mano. Ja, mag ik wisselen, Joey? Als je 4-4. We gaan ons best doen. Die Natale in de spits. Ja, maar wie ga ik links boeten zetten dan? Oh, besef. Bro, ze kunnen ook gewoon niet verdedigen. Oh mijn god, 5-0 chat. Besef dit. Besef dit. Vijf-nul worden we afgedroogd. Speel gewoon met je eigen team. Ja, we doen dit gewoon even voor de fun. Content is dit. Het is niet per se competitive hosters, weekly score halen. Namen op, tuup, 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 tuup. Let's go! 5-1, chat. Comeback incoming. Hij is saai zonder groene kleur. Ik heb dat ook, man. Oh, dat past er net niet. Bro, move die keeper is. Deze man is zo slecht dat hij niet eens weet hoe hij zijn keeper moet move. Waarschijnlijk. Oh bro, zoveel kansen ook hè. Ah, jammer. Goeie tackle. Kut, sorry. Ik kom er steeds net niet lekker doorheen. Ho! 5-2, chat. Record. Dit is de eerste pot, man. Gewoon hero team. Gaat hij leven? Hij gaat me een berichtje sturen waarschijnlijk. Dat hij zo mad is. Oh, hij heeft nog niet... een berichtje gestuurd. Wordt krap, maar wie weet. Zou wel vet zijn, toch? Hij gaat een 5-back spelen. Ik verwacht gewoon een berichtje eigenlijk. Bij 5-3 gaat hij hem stressen. In de we moeten sowieso even alles of niets tactiek aanzetten. Zo. Oh mijn god, hij is nu al aan het stressen, chat. Oh kut, klik weer op kruis. Dat moet ze ook echt gaan veranderen, man.
Ja, echt zo, hè. Nee, we hebben geen berichtje. Lekker nummertje. Ja, zeker. Was een goeie. Was een goed nummer. 69. Ik ga stuk. Die donorbalk. Hallo, ik had al gekapt. Goed, openen. Jammer, maar wij zijn nu alweer aangesloten, dat is mooi. Oeh, wij stressen hem wel, man. Ah, bro, en geeft hem nog mee ook. Oh, ik heb geen onderbrekingen meer, chat. We zijn de lul. Komt dat ik die onderbreking skipte met kruisje. Hij gaat hier ook tijd rekken al. Lekker lang hier. Lekker lang draaien en doen. Geven, lekker. Winnen, goed. Ga door, ga door, ga door. Bro, waar is mijn fucking team, bro? De hel. Ja hoor, schiet ik weer tegen hem op. Wat een mooi spel. Wat een mooi spel, man, chat. Wat een game. Ik kan niet pauzeren, chat. Ik kan niet pauzeren, man. Oh. Kom op, drukken, boys, drukken. Goed, drukken, drukken, drukken. Drukken. Oeh, spannend. Hij vindt het spannend. Hebben. Oh, kijk dan. Hij heeft zoveel geluk elke keer. Ja, dan mag hij dit maken. Ja, het is jammer. We hebben ons best gedaan, chat. Jammer. Ook geen pauze meer mogen indienen, helaas. Zo, zieke bal. Oh, wat een paas. Oh, hey, 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 hey. Mr. Walker in the house. Zullen we emeritus maar even volmaken dan broeder Laf naar jou? Oh, mijn god, harten in de chat, man. Mr. Walker met de 31 euro. Zullen we maar even volmaken dan, broeder. Love naar jou. Hey, love terug, man. Shout-out naar jou, maatje. Wauw. Hey, hartjes in de chat van Mr. Walker, man. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Crazy, man. Crazy. Insane. Ik wil die hartjes zien. Ik wil die hartjes zien. Ik wil die hartjes zien. Oh, dit. Nou, het Hero Team is niet zo goed uitgepakt, jongens. Helaas. Helaas. Dit was het team waar we mee speelden, man. Oi, oi, oi. Ja, het was echt wel heel matig. Deze kaart was goed. Mknam. Gaat het nog wel? Maar de rest was niet veel aan. Dit was ook slow of zo, man. Op de een of andere manier. Die 88 pace heb ik sowieso niet gemerkt. Hey, begin eens even hartjes te spammen in de chat, man. Ik zie maar Max en Ian, man. Shout-out naar jullie. Thijs, shout-out naar jou. Mr. Walker gooit de donorbalk vol. Daardoor blijft de donorstreak alive. Crazy. Crazy. Wiebe met de hartjes. Let's go, Wiebe. Dan gaan we nog even wat mensen joinen die misschien nog wat packies hebben.
Wauw, kijk, dat zijn hartjes spammen, man, chat. Lars, Marcelo, Thijs, Max, Moesmoes, Mika en Boer, Gerrit en Jari, dank jullie wel. Dat is weer verdiend, man. Ja, anders gaat Mr. Walker het niet meer doen, hoor. Als Mr. Walker niet genoeg liefde krijgt na een gekke dono, dan zegt hij op een gegeven moment ook, hey, fuck jullie, man. Potverdorie, man, chat. Join ik nu weer een andere? Oh, ik join weer iemand anders, volgens mij, nu. Het gaat niet helemaal goed. Maar, het zal wel. Let's go, man. Nog even een andere stream zo, of ga je weekly afmaken? Wat bedoel je? Lekker, man, Mr. Walker. hij gaat stuk in de chat. Ja, toch, man, Mr. Walker. Dit is weer genoeg love, man. Ja, toch. Die gegeven wordt. Hey, kijk eens. Oeh, zo. Ik moet zeggen, de teams verschillen nu wel veel, man. Dat is wel leuk om te zien. Bro, wat is dit? Chat, wat is dit? Bro, what the fuck zie ik? Hoi, joh. Wat is net een race game, dit? Hop, hop, hop. Hey, dit is gek. Dit is gek. Ja, doe die maar open. Doe die maar open. Ja! Wow! Wat is dit, joh? Gek. Wauw, mijn love, man, Mr. Walker. €31 om die balk te vullen. Nou, hij was niet zo duur als de laatste keer. De laatste keer gooide hij hem vol met €80. Gekke man. Helemaal crazy. Oh, kijk. Morgen, man. Nieuwe update in SharePlay. Oké, dan. Yo, maak niks uit, man. Love naar jou, bro. Het is gek wat je doet, man. Hey, daar is die. Nou, de icon. Knal hem open, bro. Misschien zit er wel iets zieks in. Oh, kaartjes? Oh, hij knalt hem open. Oh! Oh, Rivaldo is lijp, of niet, chat? Volgens mij is die Rivaldo insane. Oh, €500.000. €500.000. Het is wel een weetje, ja. Oh, de? Rivaldo, man. Rivaldo. Let's go, bro. Gefeliciteerd. Heerlijk, hoor. Rivaldootje gewoon eventjes. Ah, jullie hebben wat leuke content staan, man. Ik zie hier wat 83 plusjes en zo. Leuk, we gaan even alles langs. Ja toch, chat. Jeetje, dan zit het er alweer op de stream op de maandag, man. Ja, hopen dat Tots weer wat meer streampjes op laat poppen. En ik ga natuurlijk ook even achter mijn YouTube-account aan met die subjes en zo. Hi. Oh, hier kan ik ook weer. Gek. Wanneer komt Tots? Over 2 weken is er iemand, man. Boer Gerrit, het is allemaal duur, man, editprogramma's. Ik betaal ook heel veel geld voor mijn Adobe pakket. Oei. Sam, ja, mijn studio is opgeruimd en niet door mijzelf. Dus ik moet even zoeken waar dat draadje is gebleven. Dus de volgende stream heb ik die weer. Maar om nu 5 minuten te gaan zoeken naar een draadje is ook zowat, toch? En we zien ons nog lekker de packies. Oh, mijn oor, man. Mijn oor doet zeer van die headset. Ja, zeker, Michiel. Met jou. Hoe gaat het met jou, Michiel? Ik heb ideeën. Kom maar. Nee, dat snap ik, boer Gerrit. Heb je geen mic? Jawel, ik heb wel een mic. Alleen die ligt ergens in de kast. Dus vandaar.
Alright, thanks voor het meekijken, maatje. Zo, 50 keer 81 plus, bro. Lab. Oké, let's go. Gaan we even checken. Zoals je bent de enige echte FIFA GOAT van Nederland, man. Mano, dankjewel, bro. Tijd voor een nieuwe headset, broeder. Nou, het is een hele goede headset. Hij is gewoon supergoed eigenlijk, man. Dus nee, het is niet echt tijd voor een nieuwe headset. Ik ben wel blij met deze. Alleen, af en toe heeft mijn oor gewoon een beetje... Dat hij er klaar mee is. Goed, goed. Echt top livestreams, man. Geniet er altijd van. Leuk om te horen. Ja, het is... momenteel... echt wel leuk om dat steeds weer te horen, man. Dat mensen echt nog steeds zo ontzettend genieten van die streams. En hé, jij is met Rodrigo bezig. Hoeveel ben je gegaan in de Weekend League? Ik sponsor je, broer, je weet. Ah, gekke Walker, man. Hé, binnenkort, als ik een nieuw shirt uitbreng, staat er gewoon sponsored by Mr. Walker. Leuk. Gewoon een voetbalteam beginnen met als hoofdsponsor Mr. Walker. Wat vond ik van je team? Ja, leuk. Leuk teampie. Joosbas, je bent echt een toffe gast. Je hebt ook veel respect voor mensen, love. Hey, kijk eens aan. Mensen, love is het dan. Klemt ook iets anders. Of de pauze. Ja. Weet je, ik ben gewoon real, toch? We zijn real, man, shit. Real. Real. Nou, 1 uur in de gym ga ik gelukkig wel halen. 50 playpers. Ja, dan kunnen we wel lijpe icons uitkomen. Ik heb niet gespeeld, man, Max. We hebben net voor de content even een potje met een hero team gespeeld. 11 hero packs klaargezet. Daarmee een potje gespeeld. Maar dat was het. Maar ik ga ik ga wel even weer grinden, denk ik, man. Ik ga even... mijn rivals ga ik even fixen. En dan... alles gewoon upzetten voor de Team of the Season, toch? Dat we de ziekste content kunnen leveren. Maar jullie morgen allemaal aan het werk en aan school, of hoe zit dat? Hebben jullie toetsen? Of zijn jullie nog vrij? Want ik zag hier al iemand thuis hard leren. Oeh, 90 benzen. Vakantie. Morgen les geven aan kleuters, lekker vrij. Woensdag pas weer werken. Oké, okay, lekker. Vooralsnog heeft hij veel pech met zijn playpicks. Ja, het valt tegen. Ja. Vakantie, examens gedaan. Man, vakantie 2 weken. Oh, top, man. Ja, examens. Ja, taai, bro. Ik haatte dat ook altijd, man. Dan gaven ze dus vrije dagen. Maar uiteindelijk moest je in die vrije dagen gewoon leren voor je tentamens, man. Je was nooit echt vrij. Dus in je hoofd ben je dan vrij. En dan ga je ook niet leren of zo. Dat is fucked up. En dan deed ik alles weer net. Hoe het dan bij mij altijd was. Hoe ik had met mijn toetsen een beetje wat ik had. Dat ik bijvoorbeeld op maandag wiskunde. Oeh, dat ging een 88. Maandag had hij bijvoorbeeld wiskunde. En dan had ik dinsdag aardrijkskunde. En dan had ik woensdag, economie. En dan had ik die eerste 2 toetsen dodelijk goed geleerd, toch? Echt dodelijk goed. Ik haalde een 8, haalde een 7, haalde een 9. En dan moest ik economie op woensdag, maat. Dan leerde ik letterlijk op die woensdag. Oh nee, die dinsdag op woensdag leerde ik tot diep in de nacht die economietoets. En dan had ik met geluk een 5,5. Ik vind dat altijd lastig, man. Geef mij maar gewoon liever gewoon lekker gewoon het hele jaar door toetsen. Dat je dus gewoon een week kan leren voor een toets en dan een week niet. En daarna weer een week leren voor een toets en daarna weer een week niet. Dan dat je dus zo'n mokerdrukke toetsweek hebt. Waardoor je eigenlijk voor al die toetsen net niet goed genoeg kan leren. Stel je zou Zika cijfers weer laden. Kijk, uiteindelijk heb ik het ook gehaald, maar... Dat lijkt me toch een veel beter iets. Dat je gewoon eens in de zoveel tijd een keer een toets hebt van een bepaald vak. En niet allemaal in 1 week. Maar gewoon alles in 1 week dumpen. Dat is gek. Hey, de normale Okocha. De hogere versie. Ik heb mijn enkel gebroken, dus ik kan niet naar school. Man, kleine vakantie dus. Maar ik ga slapen. Lekker, boys. Hey, meen je, ja? Pijnlijk, man. Slaap lekker, bro. Hé, hey, en de mindere kotje ook. Mooi, man. Ja, maar dan gaan we zomaar even een scoopie nemen. Even de shakebeker vullen. Pa, 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 pa.
En dan gaan we eens even die gym kapot slopen, ja. Was hem, hè? Alright. Thanks voor strijden. Leuk, 50 player pickies. Ze konden wel beter, man, helaas. Maar er zaten, ja, die Okocha was er. Oh, laat maar gaan slapen. Oké, die is er klaar mee. Die is er helemaal klaar mee. Ik ga, doe alleen wel even nog wat leuke packs. Ik zie nu dat mensen echt van alles klaar gaan zetten. En ik waardeer ik, maar even zo'n icon pack en zo. Gewoon even de leuke... Ik zie nu ook echt maar 5 player pickies en zo. Dat, ik waardeer het. Deze kan wel, want er zit ook zo'n versus ding bij. Maar wel even... Of heel veel player picks, of even zo'n icon pack, jongens. Want voor 6 player picks, ja, is het toch een beetje lastig. Hey, dankjewel Michiel. Succes met sportenbureau. Je gaat naar de Basic Fit toch zo? Ja, ik denk lekker in de stad. Lekker een mooie Basic Fit. Doen ze ook nooit zo moeilijk om te filmen. Dus daar filmen heel veel mensen. Mm-hmm. Bezig met grote packs. Nog 1 wedstrijd. Ja, ik denk dat we dat niet gaan halen, helaas. Toch nog een paar... Oeh. Een paar special cards. Exact, exact. Wat is je lievelingsgym? Basic? Ja, ik heb eigenlijk alleen... Ja, ik heb niet alleen bij de Basic gesport, maar... Ja, ik vind het prima, joh. Weet je, ik bouw mijn gains... voor de meest goedkope prijs die je kan hebben. En uiteindelijk, ik kan mijn ding doen. Kijk, als ik echt mijn ding niet meer kan doen daar, dan zou ik naar een andere gym moeten. Maar dat is niet het geval. Natuurlijk... Ja, je hebt wel natuurlijk bepaald volk wat er naar de Basic Fit komt. En dan heb ik het over volk. Bijvoorbeeld als in mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn. Die krijgen dus zo'n sportabonnement bij Basic Fit. Ja, met alle respect. Maar die komen echt soms met groepen van 4, 5, 6, 7 man binnen. Ja, dan fucked up. Als je dan net in die hoek moet zijn waar zij bezig zijn. Bij de bankdruk of bij de rugoefeningen. Maar goed, als dat het enige... Hey, Coman is wel lijp, of niet? Is Coman ziek, chat? Je hebt gewoon best wel groepen in de Basic Fit. Dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. En dat is wel het nadeel. Nou, kies maar bro, want zometeen kies ik de verkeerde. Dankjewel voor het meekijken. Volgens mij liefde ik net deze party, maar ik weet niet meer zeker. Ja hoor, we gaan gewoon naar Donobalk 80 de volgende streamchat. Wat een beest. Iedereen die gedoneerd heeft, weer enorm bedankt. Echt vet om te zien, man. Volgens mij joint hij niet. Moet zo gaan. Voor de mensen die nog packs hebben, stuur even opnieuw een berichtje. Wacht even, ik ga even alles verwijderen. Wacht even, moment. Ja. Stuur even opnieuw een berichtje als je... wat hebt. Er een lijpe website voorbij komen of zo. Strijder! Basic Fit is echt een gare sportschool. Daar ligt er ook aan welke Basic Fit je zit, bro. Oh, hier staat weer dat ik GTA 5 online speel, bro. Wat is dit? Heb je ooit gerookt of geveept? Goeie vraag. Moet ik daar goed antwoord op geven? Gerookt. Ik heb ooit een keer een trekje genomen. Maar nee, dat... Ja, ik ben altijd wel van het proberen, toch? Als in... Nou, laat me even proeven hoe het smaakt. Dan weet ik wat je in je mond hebt, weet je wel. Maar nee, nooit vast, man. En ook vapen ook niet. Ook wel eens geproefd van... Hé, hey, wat voor smaak heb jij? Oh, hier. Maar nooit echt vast had gedaan of zo, nee. Maar wel eens een keer geproefd. Uitgetest. Maar nee, ik... Ik loefde het niet, nee. Tips om snel 3K in real life te maken. Alles op rood, nee. Oeh, dit is een matige. Oh, Dani! Dankjewel, man. Hoe gaat die, vraagt hij. Dankjewel. Hoe gaat je? Even kijken.
Goed vriend, goed. We hebben er een stream op zitten van bijna 3,5 uur. We gaan zo lekker gymmen. En ik zie dat mijn Snapchat dingetje weg is. Dus als je me zo even wil volgen voor de workout, kan je dat even toevoegen. Is altijd leuk. Sebas, waarom speel je met een full hero team? Was even leuk voor de content. Ik wist dat ik toch niet deze stream alle potten ging spelen. Dus ja, beter de gym hit inderdaad. Dat is voor mij nu prioriteit. En ik vind het ook wel heel belangrijk om sowieso even live te gaan met FIFA. En natuurlijk wil ik dat het liefst zo vaak mogelijk doen. Maar ook nu, ja, de icon pack kan je één keer doen. Kan je niet meerdere keren doen. Je kan er... Weet je, je hebt gewoon op een dag een bepaald aantal SBC's die je kan voltooien. En that's it. Het is niet zo dat we toen die icon pack maat, die konden we zo vaak voltooien. Ik zie dat we niet echt meer berichtjes krijgen. Dus ik denk dat we er redelijk doorheen zijn. Oh, hij nodigt mij uit. Is ook goed. Kom een keer gezellig nog deze week live. Nou, ik ben sowieso live op Kick dan. Dat sowieso. Maar op YouTube, ja, kijk, qua FIFA content is het... Is het gewoon niet fantastisch. Hopelijk met Totsman. Ben ik weer misschien wel 5 of 6 keer in de week live. Zou gek zijn. Oeh, die Krufu, man. Gek. Die Krufu. Kijk dan, chat. Kruifje. Seboppie, moet je die gymmen? Ja, ik ga zo. Hey, RM. Dankjewel voor het abonneren. Looking for it. Zoals ik ben net gekomen, waarom speel je met een full team hero? Oh, Illy, we hebben voor de content 11 hero packs geopend. En daar hebben we een team mee gebouwd en 1 potje mee gespeeld. Doe ook gewoon een... Ja, maar welke andere game zou je willen zien, bro? Fortnite is mooi. En we wachten allemaal een beetje op GTA 6, maat. Zo, besef, maat. Als we dat kunnen gaan spelen. Hoi, oh, dit. Ik heb een goede PC. Kunnen we het op spelen? Roleplay. Oh, ziek, man. Dan laat hij een 84 liggen. Is goed, man, Bram. Ciao, ciao. Toedum-dum-dum-dum. Ik ga toch al live met GTA 6, bro. En hoe? Ik ga het helemaal kapot spelen. Mooi altijd, van die kleine bedrijven zie je dan een berichtje sturen. Hoi, zou jij een product willen van mij en dat je dan gratis reclame maakt? Mooi altijd. Zo, Bas Stench had gek. Hé, hey, kante. Had echt een gekke prijs, man. Koopmijners, 129 punten. Wow, yo. Voor mij zo wereld. Wow, 509. Wow, yo. Zieke winst, man. Ze zeggen weer vertraging op GTA tot 2026. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Nee, ik ga de weekend niet afmaken. Nee. Is lekker gymmen. Iemand heeft 10 playpics en een icon. Ben jij dat? Wat? Ik wou net nog even mijn team laten zien. Dan kon ik flexen met allebei Ran en Charlton die ik vandaag heb gepakt. Wow, ja, je flex nu alsnog. Volgens mij zijn we er doorheen, hè? Ja. Aight, dankjewel, maat. Thanks. Maar misschien na de gym nog even afmaken. Maar... Even kijken of ik nog zin heb. En hoe snel ik klaar ben in de gym. Soms vlieg ik ook echt letterlijk door mijn workout heen. We spelen de Weekend League niet, bro. Volgende weekend weer. Mikey, hoe is het, vriend? Mike 0492, die schrikt zich nu helemaal de tyfus. Die denkt, waar zijn alle groene naampjes in de chat? But there is een little storing.
Cheat day, bro. Gun ons een gezellige stream, bro. Jij zit mij gewoon te motiveren voor een cheat day. 0492. Zou hij doorhebben dat ik in de party al zit? Of niet? Haha, Mike. Nee, Mike. Ik kreeg een mailtje van YouTube. Dat mijn AdSense-account inactief zou zijn. En dat klopt, nee, daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Maar goed, ik heb daar even even gecheckt. Bleek dat ik even een document op moest sturen. Die is nu onder... ze zijn aan het checken hoe of wat. En dan zou die goedgekeurd moeten worden binnen 1 tot 3 werkdagen. En dan is alles weer gefixt. Maar heel apart. Een of andere fout of zo. Hey Martijn, goed vriend met jou. Kijk, is lekker hoor. Prima kaartjes wel. Dat weet ik niet. Nee, ik denk dat ze, als ik het fix, dat ze weer verlengd worden. Maar misschien niet. Misschien zijn ze gecanceld, dan krijg ik het allemaal terug. Zou zomaar ook kunnen, bro. Ik heb geen idee. Misschien wel. Het zou zomaar ook allemaal teruggestort kunnen worden. Ik weet het echt niet. Oh, er staat ook nog een icon ding klaar. What the fuck? Oh, dat is niet zo heel goed. Hey, dankjewel vriend. Leuke pekkies. Daar gaat je maandsalaris. Nou, beetje wel, hè. Beetje wel, hè. Nee, hopen dat het gewoon allemaal gefixt kan worden, maat. Dat zou wel het lekkerste zijn. Gewoon snel achteraan zitten, gelijk schakelen. Schakelen, G, schakelen. Laatste pekkies en dan gaan we er vandoor. Gelukkig, ja, goed man. Even knallen, hè, die Weekend League. Afgelopen tijd zoveel gepakt. Echt insane, ja? Hey, chat. Rara wie er zondag 18 is geworden. Ja! Nog gefeliciteerd, man, Mike. Nog gefeliciteerd. En je gaat me niet vertellen dat je gelijk casino hebt gedaan, hè? Stoute poes. Doe mij even inviten, maar dat doet het niet. Ik wilde eigenlijk de Spotify langs als een leven opzetten, maar misschien kan ik hier wel een Happy Birthday song in vinden, man. Oh, het boeit trouwens niet. Ik heb toch geen AdSense aanstaan. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños querido, cumpleaños Mike feliz. Alsjeblieft vriend, dat was de Spaanse versie zelfs nog voor je. Voor jou. Oh, yo. Voice of Holland, bro. Hey, appie. Hoe is het, vriend? Volgend weekend, Quinten. Next weekend. Love. Sowieso, bro, maar ik gefeliciteerd, jongen. We gaan 0-0, let's go. Abda is niet gespeeld, nee. Gaat Ramadan dan? Hey, Frans, what the fuck? Heel, ja, dit is waarom. What the fuck? Kijk deze animatie, chat. Oh, mijn god, Pedri komt er gewoon nog overheen ook. Wat zie ik? Wat zag ik daar, maat? Volgende week dinsdag of maandag, zag het, man.
De mensen zeiden het net in de chat, ja. Nee, ik ga er vandoor, bro. Ik ga 1 uur in de gym, dus dit was de laatste party die ik join. Is te snel gegaan, ja. Maar makkelijk dit jaar, denk ik ook, qua tijden en zo, toch? Of niet? Het is wel een makkelijker jaar, volgens mij, dan normaal. Ja, precies. Wel beter, man. Voor je, ja, op zich. Je doet het voor een goed doeleinde, maar als het dan daardoor... Als het echt mokerzwaar is, is het wel kut. In 2016 aten mijn ouders om 10 uur pas. Ja, maar snap je? Bro, dat is echt niet te doen. Dat is echt niet te doen. En niet extreem weer, warm, dat scheelt ook. Ja, anders heb je continu dorst. Hoe laat mag je eten dan als de zon onder is, man? En het wordt alleen maar makkelijker en makkelijker. De aankomende tijd, ja? Oké, het valt wel mee hoe moeilijk dit jaar, dat dacht ik al. Maar alsnog, het blijft moeilijk, hè? Niet eten en niet drinken. Dus dat hele feit, maar het, qua tijden is het wel idealer. Het wordt wel beter, ja. Ah, nice, nice. En jullie doen het voor iets moois, toch? Voor je geloof, dus dat is helemaal, helemaal nice. Yes, mensen, we zijn er doorheen. Ik wil jullie echt enorm bedanken voor het kijken weer naar deze stream. Het was super gezellig. Het hero pakketje wordt toch even geopend. Wat zit erin? Normale hero. Het is een Fransman. Is het Gino La? Nee, het is. Hoe heet deze ook alweer? Lisa Zaro? Zo. Ja. Thanks Buffalo Kid voor het openen. Mensen, slaap lekker voor zo. Ik ga nog even de gym in. Wil je dat volgen? Wil je dat checken? Voeg me even toe op Snap. Ik gooi zo gelijk de eerste Snap eruit. Als ik klaar ben met live gaan, dan weet je dat mijn story het doet. En dan kan je het even checken. Als je het niet kan scannen, kan je het toevoegen zoals laagst heb je 033. Wel leuk, want op Insta en zo, ja. Weet je, dan heb je uiteindelijk zoveel volgers. En iedereen ziet dat. Ik vind het wat knusser op Snapchat. Daar gaan we gewoon de gains laten zien en zo. Dat is leuk, man. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Shout-out aan iedereen. Hoe laat naar de gym? Nu. 1 uur daar. En dan... gaan we de gym weer slopen. Even omkleden, even nog een hapje eten en dan gas geven. Ja! Hit die gym, Sebas. Succes, dankjewel. Mensen, dankjewel voor het kijken. Aju de paraplu allemaal. Ik ga het even fixen met YouTube en AdSense en al die gereuten met teut. Dat jullie allemaal weer een groen naampje hebben. Want ik snap dat je schrikt dat je denkt, waar is mijn groene naam? Dus dat is kloten, maar ja man. Ik ga het fixen. Ik laat even ook wel die updates daarover even weten. En ja... Team of the Season incoming, dus we gaan weer heel veel live. Let's go, ik heb er zin in. Mensen, ga lekker slapen. Genieten van je rust. En als je niet gaat slapen, succes nog maar wat je gaat doen. Ik ga er vandoor. En dan zeg ik... waar is mijn groene naam? Ik heb je gevoegd, één gezellig man. Alright, mensen. Het was weer fantastisch. Love naar iedereen. Zieke liefde. Kou voor jullie. Thanks allemaal. Tot later.